Dames en heren, wat leuk dat je er weer bij bent. Bij zo'n spiksplinternieuwe Dungeons & Dragons. We gaan op avontuur en al denk je nu van, dit intimideert me wat ik nu zie op mijn scherm. Dit intimideert me wat ik nu hoor via die podcastoortjes. Maak je niet druk, wij zijn ook beginners. Eigenlijk wat je moet weten is, Dungeons & Dragons is vooral een improvisatieavontuur. De dungeon master of de dungeon moeder die schetst ons een verhaal voor en wij mogen het invullen hoe we willen. Bij verschillende situaties kom je eruit door een dobbelsteen te rollen. Die heeft 20 vakjes. Een teerling noem je dat ook al voor de mensen die dobbelsteen niet kennen. Hoe hoger je gooit, hoe groter de kans is dat iets lukt. Hoe lager je gooit, hoe minder groot de kans is dat iets lukt. Als je dat weet, dan weet je gewoon genoeg. Het klinkt heel moeilijk aan mijn brein allemaal, maar ik denk dat we wel uit gaan komen. Het is gewoon lastiger dan je denkt uiteindelijk altijd weer. Dus ik merk ook dat mijn prefrontale cortex geactiveerd wordt door dat wat ik net allemaal zei. Maar goed, wij zitten dom te brabbelen met z'n tweeën. Maar laten we het woord geven aan de dungeon moeder Wasbeer. Hey, goedenavond, joh. Hallo. Hebben jullie er een beetje zin in, jongens? Ik vind het spannend. Ik ga gewoon eerlijk toegeven. We gaan nu roleplayen met z'n allen. Ik vind het wel een beetje spannend. Een beetje van die gezonde spanning of is het echt puur slime in je keel? Ja, maar ik heb altijd een beetje slime in mijn keel. Slijmerig over het algemeen. Ze noemen hem ook een slakman. Ja, klopt. Weet je, daar doe je dan niks aan, maar dat maakt niet uit. Ik vergeef het je gewoon, joh. Zeg, Peter, je had al een mooie introotje gegeven. Volgens mij heb ik daar niet zoveel aan toe te voegen, denk ik. Want het is voor mij wel helder, joh. Lekker uitgelegd. Ja, dat is een kopje van een dungeon champion, komt dit, hè? Dus ik ben niet langer een amateur. Ja. Nee, nou de vorige twee keer, dat was een opwarmetje. En volgens mij zijn jullie nu wel pro's. Ik denk dat je dat wel kan stellen nu. Oké. Nou, ik ben er helemaal klaar voor. Ja, joh. Misschien is het wel leuk als jullie anders beginnen met wie jullie karakters zijn. Wil jij eerst voorstellen, Peter? Of, Dit is de vraag, willen we alles al vertellen of wil je het in het verhaal ook een beetje vertellen? Ja, mijn heeft gewoon een beetje backstory. En, ja, wil je het echt in het verhaal kwijt of niet? Ik weet niet of dat van pas komt. Nou, ja, ik denk dat ik wel even wil weten een beetje, sowieso natuurlijk de naam, weet je, wat voor karakter het is, de class. Dat is misschien wel goed om te weten, want dan kan ik misschien nog wat extra dingetjes uitleggen aan de hand daarvan. Oké. Ik ben een dragonlord, of hoe noemde je de species? Een dragonborn, genaamd Drakos. En het is dus een draakman die bang is voor vuur. Hij is daarom niet zo van de conflicten en hij reist eigenlijk het land door, van dorp naar dorp, als bard. En dat is een soort van muzikant. Hij probeert daarmee zijn geld te verdienen en door te reizen. Dat is het. Ja, zo'n notendopie. Dat is wel netjes. Wat misschien nog wel leuk is om bij jou te noemen bijvoorbeeld, is dat jij ook zo'n bonusactie hebt. Bijvoorbeeld zo'n Bardic Inspiration. Dat betekent dat jij dan jouw mede-avonturier kan inspireren. Dat is wel fijn om te hebben. Dus dat geeft hem bij een beetje zo'n van die extra punten. Okay. Dan kan je zo'n extra dice gebruiken. Dat mag gewoon dan. Betekent dat gewoon een extra dice? Dus meer kans op dat er iets goeds gebeurt. Ja, in dit geval bijvoorbeeld dan. Stel, Peter, jij gaat Timon even inspireren. Dat mag dan maximaal 3 keer per zo'n dag, zeg maar. En dan kan je zo'n extra dobbelsteentje, zo'n 1d6, mag je erbij gooien. Nice. Dus heb je extra kans om voor een succesvolle rol. Oké. Mijn karakter is Daan van der Laan. Maar hij noemt zichzelf Durotiel van der Laan. Het is een man die heeft vorig jaar heeft hij Lord of the Rings gekeken en hij vond het wel oké. Maar waar hij vooral fan van was Legolas. Wat een topgozer, wat chill was hij, wat cool is hij. Begrijpelijk. Dat zo wilde hij ook zijn. Hij ging zijn leven gewoon omgooien, zodat hij maar zo chill kan zijn als een elfie. Dan heeft hij zoveel onderzoek gedaan. Was dat de eerste keer Lord of the Rings kijken? Eerste keer, hij vond het gewoon mooi. Wat de fuck, die gozer is enorm chill, hij ziet er chill uit, hij is chill. Die ging onderzoek doen. Wat? Als ik nou een elf was, wat was dat zou toch prachtig zijn? Heeft hij onderzoek gedaan, internet. Zijn hele eigen bloedlijn. Ik weet niet of ze internet hebben in deze wereld. Dat weet je dus niet. Dit is een roleplay sessie, ja? Oké. Dus hij heeft zijn hele bloedlijn afgezocht. En zijn over grootvader was half elf. Dus dat betekent dat Daan van der Laan
ook half elf is, al zegt hij het zelf. Ik kan het zeggen, ik weet niet of het... Hij heeft zichzelf vernoemd naar Dudo Tiels, dat hij meer een elf is en dat hij tegen mensen kan zeggen, ja, ik ben een half elf. Jongens, hij kleedt zich als Legolas, alleen... Dus het is eigenlijk een RP in een RP? Ja, laat me nou even mijn ding doen nu! Ja, oké. Okay. Hij heeft dus een kapseltje als Legolas, lang haar. Hij is zelf een beetje dun haar, dus het kan eigenlijk net niet, net een beetje zielig, maar hij gaat wel lang haar. Hij heeft ook een beetje een toppelbaardje, maar het maakt niet uit. Hij is een half elf. Oké. Okay. Klinkt heel goed. Misschien ja, zelfs. Dankjewel. Heel netjes gedaan, nee, jongens. Zijn goede karakters. Dat is een kut character heb je. Weet je, jullie hebben gewoon je best gedaan en meer kun je niet doen. Soms is je best niet goed genoeg. Ja, als jullie niet meer over jullie karakters willen zeggen, dan wil ik misschien zo wel beginnen. Ik kreeg wel in mijn oor gefluisterd dat ik schijnbaar heel hard sta. Dus ik weet niet of jullie harder moeten of ik, maar, of zachter. Maar ja, dacht, ik ga het aanpassen. Het komt helemaal goed. Ja, misschien zijn er mensen die mij een bericht sturen gewoon klagers. Dat weet je ook niet, hè? Dat, Maar ja, als we er helemaal klaar voor zijn... Ik ben er helemaal klaar voor. Dan ga ik denk ik beginnen, jongens. Met zo'n... misschien zo'n introductie. Oké. Okay. Het is een koude, regenachtige dag in het kleine dopje Alverton. Het dorp, omringd door een eeuwenoud dennenwoud, heeft altijd al een mysterieuze uitstraling gehad. Maar sinds de lokale bevolking spreekt over de bezeten uitkijktoren midden in het aangelegen meer, is het alleen maar unheimischer geworden. In de eerste weken konden de inwoners er nog wel een beetje om glimlachen. Want ja, weet je, die toren die had wel een beetje rare goed gekregen. En iedereen die het zijnde van de dag werd ook eigenlijk wel voor gek verklaard. Ja, weet je wel, die gloed, dat is gewoon de mist van het water, dus maak je nou niet druk. En de man die er woonde, ja, dat was altijd een beetje een vreemde snuiter. Sommige inwoners die hadden zelfs een gerucht gestart dat Anton, deze man, een beetje rare magische experimenten deed. Maar ja, na een paar dagen hoorde men een ijzingwekkend gekrijs vanaf het meer. En toen was de grap wel een beetje vanaf. In een klein roerbootje... die kooplieden gebruikten om rantsoenen van en naar de uitkijktoren te brengen, werd eigenlijk gebruik gemaakt door een aantal sterke inwoners om polshoogte te nemen daar. Diezelfde roeiboot kwam leeg terug op het land. En sindsdien spreekt men over hoe de uitkijktoren bezeten is. De kluizenaar en de dappere inwoners opgeslokt door iets bovennatuurlijks. Inwoners, bang dat het bovennatuurlijke op een gegeven moment hun dorp binnendringt, hebben flyers in het nabijgelegen regio gestuurd in de hoop dat sterke strijders zich aanmelden om kwaad te verslaan. En zo kwam de flyer eigenlijk uit bij de half elf, Durotiel. Toen de half elf in het dorp kwam aanzetten met de flyer en verkondigde dat hij dit mysterie wel zou oplossen, werd hij eigenlijk nog net niet in zijn gezicht uitgelachen. Erger was het niet zo heel vreemd dat de lokale inwoners er geen vertrouwen meer in hadden, want notabene waren de afgelopen periode andere sterke types voorgegaan en die, ook die zijn nooit meer teruggekeerd. Maar dat ze je in je gezicht zouden uitlachen, dat maakte het wel dat je het tegen wilde bewijzen. En volgens de inwoners was er een half uur geleden nog een avonturier naar de toren vertrokken. Maar ze hadden het erover dat wellicht nog een van de kooplieden in de buurtje wel de weg kon wijzen naar een ander roeibootje. Eenmaal bij de rand van het meer aangekomen zie je dat de achterste aanmeerplek leeg is. Denk je bij jezelf, zou ik dat de andere avonturier al vertrokken is. Als je omdraait om zelf een bootje te pakken, zie je een man in een van de boten staan. Hij gebaart dat je plaats kan nemen. Wellicht een van de andere kooplieden. Hij stapt in de boot en de man begint te roeien. Ik heb niet goed kunnen observeren hoe deze man eruit zag. Maar ja, ook wel logisch, het regent enorm hard. Het is niet zo gek dat die man zich heeft ingepakt in een lange jas en capuchon. Het meer is wat onstuimig, maar op zich goed te doen om naar de overkant te komen. Praatje wil de beste man niet maken, want op elke vraag komt slechts wat gemompen en... als antwoord. In de verte doen we stenen uitkijktoren al op. En het is net zoals de inwoners omschreven. Een rare doorzichtige gloed hangt om het gebouw heen. En hoe dichter bij je komt, hoe zwaarder de lucht aanvoelt. Met een luide bonk meert de boot aan bij de rotsen van de uitkijktoren. In het water drijven houtstukken rond. Het ziet er naar uit dat degene die het roeibootje heeft gebruikt hiervoor niet helemaal goed aan de overkant is gekomen. Een klein trapje is uitgehouden uit de rotswand en die vrijwel direct leidt naar een grote deur. Durotiel die keert zich om de man te bedanken voor de lift, maar dan opeens valt de man uit elkaar in stofdeeltjes. Kleine delen van botjes vallen op en rond het houten bootje. Je eerste reactie is om echt per direct uit de boot te vluchten en naar binnen te gaan.
met een grote zwier gooi je de deur open. Vervolgens met een grote klap ergens tegenaan te botsen. Terwijl je jezelf herpakt, zie je dat het niet iets is waar je tegenaan botste, maar iemand. Een zwarte dragonborn. De avonturier die je een half uurtje geleden is voorgegaan. Voordat jullie iets tegen elkaar kunnen zeggen, hoor je een groot gebonk, geritsel en gekraak. Want waar voorheen de deur zat, wordt nu langzaam gevuld met rotsblokken en kleinere steentjes. In een oogwenk lijkt het wel alsof er op de plek waar de deur zat nooit iets is geweest. En daar beginnen we ons avontuur. Wat willen jullie doen, jongens? Ik wil hem even what the fuck in de rondte zelfs. Daar waar net een deur zat, er zitten nu een stel rotsblokken. Maar heb je dat gezien, jij vreemdeling? Wat heb je gedaan? Ik ben hier net verdomme komen aanvaren met mijn bootje. Ik stap uit. Een gozer die verzandt hier, weet je wel, naast me. Je kent het wel. Had dat te maken met zo'n skeletman? Nee. Hij werd zeg maar een stofman. Ja, maar soms heb je van die skeletmannen en die zijn even iets langs skeletmannen en dan worden ze stoffig. Heb je hem wel goed gezien? Dat is nog wel regenig. Nee. Hij was zeg maar, hij was heel chill. Hij had zeg maar zo'n capuchon op, net als in de film, weet je wel. Dus je hebt hem niet goed gezien? Nee, was net zo in de film. Je ziet zeg maar zijn gezicht niet, zeg maar. Hij ging chill doen. Was en je gaat bij iemand in de boot, waarvan je zijn gezicht niet herkent of ziet, gezien hebt. Je gaat, stapt gewoon bij een vreemdeling in de boot. Dat is wat jij doet. Weet je wat? Ik vertrouw je niet. En ik wil je graag verzoeken om die deur terug te toveren. Maar vriendelijke jongen, ik kan niet. Noem me geen vriendelijke jongen, want ik ben op dit moment niet echt vriendelijk. Echt, ik zou niet zoveel praten tegen me, want ik ben een sterke man. En ik zou me niet boos maken als ik jou was. Heb je dat gehoord, ja, mannetje? Ik heb het gehoord, maar ik wacht nog steeds dat je die deur terugtovert. Ik pak mijn pijl aan boog en ik mik hem op je nek! Oké. Sorry. Ik vraag me alleen af. Laat ik het zo stellen. Ben jij degene die de deur weg hebt getoverd? Anders zitten we nu opgesloten. Nee, ik kan niet toveren. Shit, man. Ik kwam hier ook alleen maar om naar het dorp te gaan met mijn bootje. Maar wat denk je? Bootje kapot, ik kom op dit eilandje aan. Dit is helemaal geen dorp, dit is gewoon alleen een toren. Wat kwam je hier doen? Wat kwam je hier doen? Ik kom gewoon van een vorige dorp. Je dacht, ik zie echt hier een geflipt meertje. En ik dacht, daar zie ik echt een toren met waar een doorzichtige gloed afkomt. Daar ga ik even heen, dacht jij. Ik ben in doorreis. En heb in je die flyers storm niet gekregen? Nee, ik kom uit een ander dorp. Ik kom er door de storm heen om hier wat optredens te doen. Ik ben, zoals je misschien wel ziet, een muzikant met veel charisma. Ja, dat zag ik direct. Sorry daarvoor. Sorry dat ik moest lachen even, maar ik zag het wel. Ik dacht wel gelijk van, misschien ben je wel een zanger. Ik doe een pijl boog overweg, oké? Dat zou ik wel waarderen, want we zitten hier nu blijkbaar samen opgesloten. Ik kwam alleen even kijken of ik de weg kon vragen, maar toen ik hier binnenkwam... Je pakt een boot, je rijdt Fati naartoe... Jij ging met een... Nou ja, zeg het maar. Want ik heb mijn weerwoord al klaar. Je hebt al je reactie klaar en die me gaat terugpakken. Ja, dus zeg het maar. Ik pakte mijn boot. Je kwam hier naartoe, naar dit enge gloeitoren. Door de mist, richting het andere dorp. Snap je? Ik kwam van het dorp, en ik ben hier niet bekend. Die en weet je wat jij niet deed? Oh, ik kom hier, ik stap bij een of andere skeletman, maar die het ik niet eens ken. Stap man ik in de het boot en ik ga erop af. Waarom ben jij hier dan? Ik kom hier om even uit te zoeken wat er bij die rare gloed te vinden is. Mensen hebben mij hebben een flyer gekregen. Oh, super rare gloed. Ik kreeg een flyer persoonlijk aan mij gestuurd om te vragen of ik hier even kom uitzoeken wat hier te doen is. Wat was het te doen? Het is hier fucking behekst misschien, gast. Behekst? Het is hier ben je helemaal dom in je domme koppie? Behekst? Het is hier behekst. Misschien. En ik ga even uitzoeken wat hier te doen is. Staat er op dit formuliertje wat je hebt gekregen een beloning of zo? Hebben te maken met een beloning? Ik kan je zeggen dat er zeker een flinke beloning is uitgeloofd voor degene die dit mysterie kunnen oplossen. Hoeveel euro? Wat, hoeveel euro? Oh, ik dacht dit aan mij vroeg. Het zijn 50 gold pieces. Oh, 50 gold dat hebben de pieces inwoners bij elkaar verzameld. Het is niet een heel rijk dorp, maar ze hebben wel hun best gedaan om gewoon allemaal een steentje bij te dragen hieraan. Dus je bent hier om, stond er op het formuliertje ook een beloning? 50 gold pieces. Oké, dat lijkt me, geeft me 18 karaat. Oké, nou, ik snap in ieder geval dat jij hier nu bent. Maar oké, ik ga je toegeven,
ik ben niet echt een avonturier. Okay. Dus ik ga misschien je hulp nodig hebben je om weer weg te gaan. Willekeurig, je gaat gewoon willekeurig dorpje. Snap je nog steeds niet wat mijn punt was? Ik oh, wilde niet hier niet avonturier. Heen. Ik wilde oh, naar het dorp. Van dorp naar dorp. Ik ken het naar dorp een space toren. Nee, ik ben geen avonturier hoor. Maar ik ga hier wel gewoon heen. Heel apart. Dat is het enige wat ik zeg. Ik heel probeer apart. Van dorp naar dorp te reizen om te kunnen overleven. Kijk, als ik met drie nummer, ik heb drie nummertjes in mijn arsenaal. Als ik dat heb gespeeld, dan zijn ze er klaar mee in het dorp. Ga ik naar het volgende dorp. Wist ik wel dat hier een behekste toren zat, waar ik nu met een of andere geep opgesloten zou zitten. Zo hoeft hij ook niet tegen me te praten. Ja, maar jij kan mij de hele tijd slam dunken. En je mag zeg iets terug. En dan ga je geprikkeld of emotioneel doen. Waardoor ik me weer lullig ga voelen. We zitten in ieder geval vast. Je hoeft mij niet gelijk gemeen te doen aan mij. Laten we gewoon weet naar je een wat? Oplossing ik zoeken. Ik ben klaar met jou, mannetje. Ik ga hier rondkijken of er iemand is die mij kan helpen. Ga jij lekker naar een spook of een heks of zo zoeken? Nee, dat ga ik dus in dit gebouwtje doen. Dus ja, ik ga met je mee. Dan ga ik naar een doodnormaal gozer die me de weg kan sturen zoeken, oké? Okay? Nou, dan volg ik, loop ik recht achter je aan. Dan probeer ik je af te schudden door te zigzaggen. Ik zie je gewoon lopen voor me, dus ik volg je gewoon. Ik kijk eventjes rond. Is goed. Wil je een perception check gooien? Dus dat pak je je D20 en dan gooi je doe je je modifier daarop. Je perception modifier. Ik hoor een 4. Dat is een 4. Wat perception modifier dat is? Ja, zal ik eens bij jou kijken. Je hebt min 1. Zie ik hier staan. Dus dat is 3. Oké, wat zie ik allemaal voor moois. Nou, het valt je op dat het een ronde kamer is. Het is iets groter misschien dan je verwacht als je van buitenaf zou komen. En het is wel een beetje een bedompte kamer, Bev. Vrij druk in de lucht ook. Dit lijkt wel zo'n bedompte kamer die ik hier zie. Zie je nog die meer? Steen... Ja. Nou, het is rond en groter dan ik dacht. weet je wat? Kunnen we niet gewoon even een rondje lopen? Wil je met me mee of moet ik even mijn eentje even een rondje gaan lopen? Dan loop ik even een rondje, een ronde kamer. Ik loop wel even een rondje en ik zie wel wat ik zie. Ik ken je amper. We gaan mij vragen of je in je eentje mag rondlopen. Lekker avontuur. Ik heb echt vertrouwen in dat jij dit hele mysterie gaat oplossen. Jij succes! Zoekt naar iemand. Ik tot probeer ziens. Alleen maar te helpen. Tot de volgende keer! Ik probeer je te helpen. Jij zoekt iemand. Ik probeer je te helpen. Ik ga... Weet je wat? Ik ga rond deze kamer lopen. En als ik iets tegenkom, zeg ik niet wat ik ben tegengekomen. Ben je daar blij? Nee, want ik heb... Ik heb wel je hulp nodig, ja. Want straks is het nee, wel gevaarlijk. Nee, ik ga het dan niet meer zeggen. Ik wil graag rollen om te kijken wat ik zie. En ik ga niet vertellen wat ik zie. Nee, is goed. Pak hem er maar bij. Gooi die D20 ook maar met jouw perception modifier erop. Mag ik met jou dobbelsteen gooien? Nee, absoluut niet. En dat is niet eens RP. Dat meen ik echt. Daar word ik echt boos van. Oh nee. Wat heb ik gedaan? Oh nee. Wat heb je gedaan? Oké, ik heb het terug. Ga je naar de boel slopen? Of? Dit is hem toch? Ja. Ja, oké. Okay. Oké. En jouw perceptie is plus 2. Dus dat is een totaal van 10. Nou ja, als jij om je heen kijkt, dan valt het op dat deze toren eigenlijk al een langere tijd in verval is. Dus de grote stukken puin die je ziet, die zijn niet daar recentelijk vandaan gekomen. Onder het puin zie je dat er allemaal resten van ingeslagen etensvoorraden zitten en ook wat geknaag en geritsel van misschien iets wat ongedierte is. Als je in het midden van de kamer heb je een grote stenen wenteltrap. Waarvan het einde vanaf deze afstand wel moeilijk in te schatten is. En op sommige plekken zijn gaten in de trap geslagen. Dus de plekken waar ooit treden waren, die zijn nu leeg. En de trap leidt naar iets wat je denkt wat een stenen stalen luik is, maar lastig te zeggen. Hey. Ik heb een geheimpje voor je. Ik heb net even gekeken. Wil je horen wat het te vinden was? Ja. Zo'n wenteltrap. Een wenteltrap? Zo'n wenteltrap. Die gigantische trap hier in het midden van de kamer heb je het over. Die heb je gevonden. Ja, klopt. Die wenteltrap die zeg maar voor ons staat, hier die 1 meter voor ons, die heb ik gevonden. Het lijkt wel de enige weg waar we heen moeten of heen kunnen. Dus zullen we naar boven? Wil je nou wel samen, wil je me nou helpen of ga je gewoon niks doen? Ik ben op avontuur. Ik wil zeg maar uitzoeken wat hier aan de hand is. Jij moet hier toch binnen toch zijn? Wil ja, je ik met wil me hier mee? Weg. Mijn prioriteit is hier wegkomen, want ik wil door naar het stadje. Als jij zegt dat het hier behekst is, hè? En nu even serieus. Ja, maar ik dan ben ga best ik je sterk, nodig hè? Hebben. Ja, ik zie het aan je paardenstaart, ben je best geïntimideerd. Je ziet er ook uit als een avonturier. Ja, klopt, dankjewel.
Dus ja, al kun je me beschermen. Maar ik, eerlijk gezegd, ik geloof gewoon niet dat hier een of andere spook hebben te maken met spoken en zo. Daar ga ik echt niet aan beginnen, weet je wel. Maar voor het zekere, zeker voor het onzekere. Ik kan me best vertrouwen, hoor. Ik ben best wel goed in pijl en boog schieten. Kun je een demonstratie paar weken getraind doen? Want waarom zou je het zeggen? Wie zegt er nou? Moet je je voorstellen dat Messi gaat zeggen tegen je. Komt tegen op de stad, zegt hij, oh, ik kan nog goed een bal hoog houden. Ga ik juist twijfelen. Nee. Maar ik kan best wel van laten zien, hoor. Dus als jij zeg maar tegen een muur aan gaat staan. Wat? En ik heb hier even kijken. Ik zie daar zo'n steentje. Die lijkt niet hier van afkomstig te zijn. Die leg ik op je hoofd. Dat steentje, ja. Nee, ik ga niet. En dan doe ik 10 meter afstand en dan ga ik gewoon. Je gaat demonstreren. Stil blijven staan. Je gaat demonstreren of je goed bent. En nu moet ik jou gelijk 100% vertellen. Wat als je demonstreert dat je toch niet zo goed bent. Dat je beloofde. Nee, je wilt dan heb ik dan een resultaat. Dat ik bewijs. Ja, ik wil het bewijzen ben. Zodat ik je misschien kan vertrouwen. Je kan me best vertrouwen. Ik ga niet ik tegen de muur staan. Ik ben best wel goed. Zie je daar dat steentje daar, die uitsteek, daarboven bij die wenteltrap. Ja, oké, ga je eronder staan? Nee, nu? Schiet gewoon op het steentje. Ik ga er niet onder staan. Dat ga ik niet doen. Hoe bewijs ik dan dat ik goed in pijl en boog schieten ben? Door op een steentje te mikken, niet op mijn gezicht. Zo heb ik er nooit over nagedacht. Weet je wat? Vertrouw je me gewoon? Nee, ik ga gewoon naar boven, want ik ben gewoon... Okay. Ik ga liever het gevaar tegemoet dat ik nog met jou moet praten over helemaal niks. Okay. Dus ik ga de trap op. Okay. De traptreden voelen, ondanks dat ze wel van zwaar stuk steen zijn, niet heel stabiel aan. En dat gevoel wordt nogal verstevigd door het feit dat er natuurlijk stukken trap tussenuit zijn gevallen. En ja, je komt bij je eerste hindernis denk ik wel terecht. Er is een heel stuk zit ertussen. En misschien is het dan wel goed als jij er overheen wilt, een athletics check gaat doen. Is dat gewoon bij de D20? Ja, zeker. En dan weer plus je athletics modifier erbij. D20 is 15. Oké. En mijn athletic, waar kan ik dat vinden op mijn papiertje? Dat staat op het stukje skills. We zien hoor. Heb jij dat al gevonden, Tim? Hier. Oh ja. Dat is plus 1. Dus dat is 15 plus 1. Als mijn calculatie klopt, is dat 16. Netjes. Hoe wil jij er naar de overkant komen? Want je haalt het dus gewoon. Gewoon een veilig, zo veilig mogelijke sprong. Geen capriolen. Gewoon een simpele sprong. Ik ben eigenlijk geen avonturier. Vrij soepel spring je wel over het gat heen. Maar ik zeg wel, ik roep nou wel naar beneden. Hey, het lijkt alsof hier al een tijd niemand is geweest. Ik weet niet of we hier boven wel moeten zoeken naar iemand. En wat zie je daarboven? Ja, allemaal weggerotte treden of afgebrokkelde treden. Dus moet ik naar boven komen? Wat moet ik naar boven komen? Wat wil je van me? Dus we gaan hier niet naar boven, zeg jij. Ja, we kunnen nergens anders heen, toch? Dus ik ga wel kijken, maar ik heb niet heel veel vertrouwen dat hier echt nog iemand is. Er zit er zo'n kluis boven, of niet? Voor mij is er zo'n stalen kluis erboven. Maar ik zie wel zo'n luik. Een luik. Ik kan wel even kijken of ik daarbij kan komen. En je vervolgt je nog één rond op die trap. Er is nog één klein stukje waar je eigenlijk op een stuk moet balanceren voordat je bij het luik kan komen. En... dat betekent dat jij misschien nog dit keer een acrobatics check moet doen. Dus weer hetzelfde principe, die D20, maar dan met je acrobatics erbij. Okay, tel deze als rol, want het is een heel zwak rolletje. Wat is een 8? Is het... Plus 2. 10. Het is echt op het randje. Ik moet zeggen, als Dragonborn is misschien op een randje balanceren niet jouw sterkste punt. Maar... je gaat er overheen, heel langzaam. Schiet net je voet eraf, maar je weet jezelf nog net te redden. En komt bij het stalen luik uit. Wow, ik weet niet of dit me helemaal gaat lukken. Misschien moet je toch maar even komen helpen. Ik val bijna op mijn nekwervel. Hoezo? Je hebt het gehaald, je staat al bij het luik. Doe gewoon je arm omhoog en duw hem open. Waarom ben ik dit aan het doen? Jij was de avonturier. Je staat er al. Ik verwacht... op zijn minst 50-50 als hier nu een of andere schatkist achter zit, hè? Je staat... Nee, je krijgt niet 50-50. Van die bounty. Dan gaan we gewoon vechten tot de dood. En wat wil je doen? Wacht, wat houdt de bounty eigenlijk in? Wanneer krijg je betaald? Als ik het heb opgelost... Wat heb je opgelost? Of het behekst is of zo, weet ik veel. Waarom gaan we niet... Zodra we gewoon een raam hebben gevonden eruit en zeggen het is niet behekst, krijg je dan je 50...
Nee, dan is die gloed er nog steeds. Die gloed is er dan nog steeds. Dus als we een lichtknopje vinden, mogen we dan weg? Dan is die gloed er buiten toch nog steeds, of niet? Niet als het van een fucking lampje afkomt. Ik mik mijn pijl en boog op je nek van afstand. Oh, ik probeer snel het luik open te doen. Het luik valt gewoon heel soepel open. Je kan vanaf hier naar een volgende kamer eventueel. Oké, ik glip erin. Ben je erin? Blijft Durotheel beneden? Oh, ik kom eraan! Ik ben een fucking elf en ik kom lichtvoetig echt aansprint. Ik ben fucking lichtvoetig, zeg ik! Ik doe een Mortal Kombat koprol over het eerste ding. Salto, knietjes vasthouden. Salto okay, over het eerste ding. Moet je wel voor rollen dan. Terwijl ik roep, kijk je draakman! Kijk je draakman! Dan ga ik rollen, rol me. Ik kijk niet. No. Plus 3, 9 plus 3, 12. Ja, dat red je. Die eerste red je. Salto. Boom. Kijk je draakman. Kijkt hij wel? Nee. Ik sprint door. Ik weet niet, wat is nog een obstakel daar? Wat voor obstakel moet ik voor me zien? Nog een paar gaten vertreden. Het is een gat, maar je kan daar je moet op een stuk balanceren. Waar ik op moet balanceren, zet ik echt één hand op. Doe echt een ratslag omhoog eroverheen. Rol me. Terwijl ik een knipoog aan jou geef ook, hè? Terwijl ik zo om mijn achterhoofd, want ik zit gewoon te kijken wat er boven het luik is. Dat is 8. 11. 11. Ook deze red je. Boom. En dan doe ik een snoekduik door het kiertje heen, want je hebt doet het nog net open of niet? Dan ben je nog helemaal doorheen. Nee, dat mag wel voort. Het is de akkel. Ik kom echt een snoekduik door dat kleine gaatje en ik land toch op mijn buik ook gewoon. Maar ik dacht dat je deed alsof je 11 bent, maar je bent blijkbaar echt gewoon flexibel. Nee, ik heb best wel getraind laatst. Ik heb gewoon best wel getraind op 11 zijn. Ik spreek ook een beetje elfs. Hey, wat zie ik hier, Draakman? Ik weet niet, wat zie je hier? Wat zie ik hier voor gekkigheid allemaal? Ik zal het jullie misschien wel eens even vertellen. Eenmaal boven aangekomen bevind je in een hal. En aan het einde van de ruimte zie je een stenen deur half open. En er komt wat licht uit de kamer. Ik zei toch dat het gewoon een lampie was? Hoe bedoel je? Er is... Heb je ooit van een vuurtoren gehoord? Je bent zeg maar hier een boot gepakt. Ja. Je kwam hier naartoe. Dat heb je nu al een paar keer verteld, maar het is je nog steeds logisch in mijn hoofd. Je ziet een gloed van een echt een stadion afkomen. En jij kijkt niet eens één keer raar om. Je denkt, oh, dat is het licht. Nee, dat is het licht niet. Ik. Dat zijn fucking ghouls waarschijnlijk. Gozer die van stad naar stad reist op een logische manier. Ja. Heeft al vaker een vuurtoren gezien. Oh, een toren met een lampie. En dat is geen gloed. Ik zie hier een gloed vandaan komen. En dit is een lampie. Weet je wat? Ik ga wel even kijken. Ga jij maar even kijken. Dus jij stapt de kamer binnen als eerste? Ja, zonder dat ik let op vallen en zo. Want ik ben geen avonturier, dus ik ben lomp. Oké. Okay. Goed. Je stapt de kamer binnen. En ook weer opnieuw. Niemand te bekennen. En het enige teken van leven is dat er wel een kaars naast het bed brandt. De ruimte lijkt op een slaapvertrek. Het vertrek is sober aangekleed, maar op de achterste wand zie je een bed met een blauw overtrek met gouden patroon erop. En op de grond tegen het bedeinde aan staat een houten kist. In het midden van de ruimte ligt een vloerkleed in de vorm van een beertje. De kop van de beer is naar rechts gekeerd en links daarvan bevindt zich nog een trap naar boven. Hey, 10:30! Kijk nou wat ik gevonden heb! Een kaars met een gloed eromheen! Dit moet wel behekst en spookachtig zijn! Vind je het al griezelig? Moet ik jou 50 goudstukken geven, of niet? Echt, ik wil echt naar van je. En als je nog één... Ik meen het nu. Als je nog één nare woordje tegen me zegt... Dat, gewoon één pijltje in je enkel. Maar nou mij niet, wat wil je er tegen doen? Ik ga je wel fysiek bedreigen. Okay, sorry. Maar je moet begrijpen dat ik een beetje gefrustreerd ben met deze situatie. Er is je komt hier met een bootje aan, dan moet je je voorstellen. Ja. Je ziet een gloed om het hele kasteel heen. Dus ik zie een gloed en ik denk van, huh? Misschien is daar iemand die me de weg kan helpen omdat ik een beetje 12 ben. Die waar ik muziek voor kan spelen. Doe normaal, gast. Dan ga je mij bespotten met de kaarsie? Maar ik kom achter je aan, ik ga ook even kijken. Dus jullie gaan daar naar binnen. Wil je daar nog iets doen, of wat is het plan? Ik kom binnen en ik kijk naar het beertje en zeg, hey, wow, het is een mooi beestje. Het is een best beestje, het is zo'n bruine beer, vraag ik aan je. Wil je daar een check voor doen, misschien? Zo'n nature check? Nature check, wat houdt dat in? Nou ja, gewoon die D20 plus nature. En dan kan je misschien wat meer over het beertje te weten komen. Dat zou wel fijn zijn.
Wat was het, een berenvel op de grond? Ja. Ja. Ja, tuurlijk. 5. En een nature check. En dan heb jij plus 1, dus een totaal van 6. Je bent tot de conclusie gekomen dat het een beer is. Dat is een mooi beertje, of niet? Het lijkt als zo'n dode beer. Ik ga even zo'n nature check doen. Dus 12 plus... Dat is 13 totaal. 13. Het ziet eruit alsof dit een grizzlybeertje is geweest in zijn vorige leven. Maar ik wilde checken of het een dode beer was. Ja, hij is flink dood, kan ik je zeggen. Dus ik pak dus zijn pols vast en dan zeg ik, ja, het is een dode beer. Oh, goed gezien, je bent best wel veel van dieren af, of niet? Ja, een van mijn specialiteiten, ja klopt. Maar laat me nou niet blozen, want dan word ik agressief van. Terwijl jij die pols van die beer beet hebt, zie je dat er lichtstralen uit het vloerkleed schieten. En die felle lichtstralen beginnen zich om te vormen en krijgen uiteindelijk de vorm van een beer. Een echte levende beer op het vloerkleed. Beest kijkt je aan, ziet je staan en slaakt een luide brul uit. Oké, dus ik probeer zijn pols vast te houden om te kijken of hij leeft. Kan ik een nature check doen? Ja, van mij mag je. 19 plus 1 is 20. Dit is heel duidelijk een levende beer. Een echte levende beer. Wacht eens eventjes. Durothil. Hoe weet je hoe ik heet? Oh ja, sorry. Wacht eens eventjes. 10:30. Dit lijkt me wat lijkt me... Nee, wacht eens even. Wie zei mijn naam? Hoe weet je dat? Ik zei dat het behekst. Ben jij behekst? Waar komt die fucking beer vandaan? Dat is een foutje in mijn RP. En we hebben hier volgens mij te maken met een werkelijk levende beer. What the fuck? Ik pak mijn pijl op boog en mik hem op zijn nek. Wacht. Misschien is hij vriendelijk. Je moet nu beslissen wat jullie gaan doen. Of we vechten, of we gaan... Of jullie hebben nu nog de kans om iets anders te doen. Misschien is hij vriendelijk. Peter, praat... Is hij eruit als een Peter? Hoe heet je eigenlijk? Is dit het moment? Ja, oké. Ik vond je gewoon uitzien als een Peter. Hey, fuck jou, weet je? Fuck jou! Het is een best oké naam. Maar niet persoonlijk. Ik zeg, beer, grijp hem! En ik ga kijken of de beer erop reageert. Nou, rol maar initiative, jongens. Oké. Dus dat is de D20 plus je initiative. Die staat ook apart op je... Voor mij is dat... Heb ik een initiative? Ja, die staat apart benoemd. Een beetje voor mij ergens naast de skills. Voor mij heb je plus 1 of plus 2 of zo. In ieder geval... Dat had jij gerold, Timon, of had je nog niet gerold? Ik heb nog niet gerold. Rol maar, joh. Dan ga ik ook rollen. 11. En 19 plus 1 of zo, dus. Oké. Nou goed, betekent dat Dracos als eerste mag... Nou, ik roep dus naar die beer, omdat ik beledigd ben. Pak hem maar! En kijk of de beer erop reageert. Goed, dan... Jij hebt nog even de tijd om te reageren. In die splitseconde van mij. De beer reageert niet. Nee, je mag gewoon reageren op wat ik zeg. Oh, ja. What the fuck, gast! Je gaat er ook vanuit dat hij... Ja, het is gewoon creepy. Goed, dat betekent dat ik voor de beer ga rollen. En dat betekent... Hij heeft een 13 gerold. En hij probeert Dracos aan te vallen. Dracos, wat is jouw armor class? En die staat op je sheetje. Volgens mij is dat 12 of iets. Of? Ik kan mijn naam amper vinden op mijn sheet. Nou, dan kan ik alvast voor je zeggen dat het 12 is, zo te zien. Dus dat betekent dat de beer jou probeert te raken en het lukt. Mij? Ja, zeker weten. Je verrader! Je hebt zijn pols vast. Oh ja. En de beer, gelukkig raakt hij je voor 1 damage. Want hij is waarschijnlijk ook wel geschrokken van dit fenomeen. Je hebt gewoon zijn pols beet. We hebben te maken met zo'n zwakke beer. Grijp hem! Mag ik nu...
Nee, betekent nog steeds Peter dat jij als eerste bent. Oké, ik ga hem gewoon. Ik probeer hem in zijn maag te stoppen. Ik heb geen wapens. Ik ben geen echte vechter. En normaal gesproken ben ik gewoon echt een beetje een woesteling. Little woesteling, weet je wel. Maar omdat hij zo'n zwak tikkie gaf, word ik zelfverzekerd van. Dus ik probeer hem gewoon echt zo'n Mortal Kombat uppercut te geven met in zijn vuist. Maag. Ja, gewoon met mijn vuist. Zo'n one punch. Nou, rol hem maar voor je unarmed strike. Zo, 12. Komt daar 12? Nog een bonus bij? Ja, ik zie bij jou plus 3 staan. Dat is een totaal van 15. En ik kan je zeggen dat dat raakt. Dus dat betekent, en in het geval van unarmed strike, dan moet ik even kijken. Wat voor geluid maakt die? Ja. Oef, waarschijnlijk. Gewoon één oef. Een menselijke oef. Ja, een menselijke oef. Even kijken. Daar kan 2 damage van de beer vanaf. Hij is niet blij, kan ik je zeggen. Je hebt hem flink gestompt. Hij is bijna dood. Maak hem af! Waarom zou ik hem afmaken? Jij stuurt hem op mij af. Ik ga met mijn pijlenboog op jouw enkel mikken. Wacht. Grijp hem, draak! Ik bedoel, grijp hem, beer! Je probeerde mij te verraden. Fuck jou, draakman. Dus jij wil Dracos raken? Ja, op zijn enkels, linker enkel. Ga je ook schieten of dreigen? Ja, ik ga schieten. Ik ga niet dreigen meer. What the fuck? Ja, what the fuck? Jij valt mij aan. Ik viel technisch gezien helemaal niemand aan. Ik ga op jouw linker enkel schieten. Oh, hier mag. Nou, rol maar. Ga er maar voor. Oh, kut. Ja, ga je nou de beer omgooien? Even een reroll's bok. Even een reroll. 6. Oef. 6 plus jouw modifier. Nee, ik kan helemaal niet mikken met dat ding. Dat is niet raak. Van die korte afstand is het toch wel lastig om zo'n longbow te schieten. En hij kets volledig de verkeerde kant op. Ik zei toch dat ik niet tegen die muur had moeten staan met een steentje op mijn hoofd. Je bakt er helemaal niks van. Ik ben gewoon meer nou gewoon eventjes. Ja, ik ben rustig. Ik word alweer rustig. Wat denk je dat er gebeurt als jij mij neerschiet... En de beer en jij zitten in één kamer. We moeten de beer samen neerhalen. De beer zit in mijn team. Jij zei, val hem aan. Toen vielen jou aan. Hoe moet je doen? Hij zit in mijn team. Ik ben erachter gekomen. Mijn conclusie was dat hij niet echt in een team zat. Nee, volgens mij wel. Voor mij had hij al gekozen een team. En hij ging voor jou. Oké, dan ga ik kijken hoe jij eruit komt. Ik ga kijken naar een uitweg hier. Of ik hier misschien kan... Of is er iets waar ik heen kan glippen? In plaats van terug, nog ergens verder heen kan. Een deur of zo. Het punt is, jij staat wel eigenlijk voor de beer. Je hebt zijn pols dus vast. Maar hij betekent wel dat als jij zou bewegen, dat hij een attack of opportunity zou krijgen. Wat? Dat betekent dat die man, als jij nu... Je staat echt recht voor zijn neus. Als jij weggaat, dan denkt hij tot... Die man die denkt, gaat je toch niet uitzwaaien? Het is gewoon... Ik doe het zelf wel. Ik ga... even kijken, hoe kan je een beer nou neerhalen? Ik... Kijk, je kan hem... desnoods, als je echt weg wil, dan moet je een turn gebruiken. Nee, ik ga hem niet... Dan gaat hij me aanvallen. Ik ga... Ja. Zo'n... Wie doet dat? Die vingers in zijn ogen, weet je wel. Looney Tunes stel vinger in zijn ogen. Poink. Met één hand. Nou, 2 handen dan. 2 vingers. Oké, rol er maar voor. Oké. 14 plus 3, 17. Dat raakt. Dus moet ik me voorstellen dat je echt twee aparte handen zo in zijn ogen steekt? Hij was nog aan het recoveren van mijn punch. Dus ik probeer mijn vingers dus in zijn ogen te steken, zodat hij verblind wordt. Ik weet niet of het tijdelijk is of voor eeuwig. Nou, ik kan je wel zeggen dat hij voor nu de komende rol wel flink blinded is. Chill, maar hoe klinkt die beer ongeveer? Want weet je laat ons heel erg RP'en, maar ik helemaal uit als die beer niet ge-RP'd wordt. Je moet echt bedenken dat het een vrij grote grizzly beer is. Ja. Het is gewoon een volwassen mannetje. Ja, ik zou het makkelijker kunnen inleven als ik weet hoe je klinkt ongeveer, zeg maar. Moet ik gewoon... Let op, hè. Zegt hij. Het is wel intimiderend. Ja, maar ik heb het gevoel dat mijn punch niet echt aankwam of zo. Misschien is het gewoon een coole beer, dat weet je niet. Ben ik nu? Ja, zeker weten. Hij is verblind. Kom, wees slim.
En maak hem af. Ja, je bent wel best wel sterk. Wil je mijn team of wil je mijn team? Best sterk. Ik heb mijn vingertop in zijn oogbal. Ja, dat ziet er best wel sterk uit, joh. Wil je mijn team? Ja, ik wil in je team. Help me alsjeblieft met je wapen. Ja, ik ga een pijl en boog schieten op hem, oké? Okay? Waar zou wacht, ik hem wacht, raken? Wacht, ik ga eerst aan de kant. Nee, je staat er gewoon. Blijf staan. Ik kan laten zien. Ik kan echt best wel mikken. Nee, heb je niet iets van een steekwapen of zo? Moet je per se met je pijl en boog? Nee, ik kan best wel mikken. Wacht. Ik heb een idee. Kan ik de trap oplopen? Die we hebben gezien? Je kan er wel in principe heen, maar... Ja. Ik denk dat je dan misschien wel... Een stukje maar. Gewoon even 5 treden erop. Is dat terug? Of is het verder omhoog? Nee, je kan, het is in principe links van de beer is de trap. Maar hij staat daar eigenlijk misschien 1 of 2 meter rechts van. Dus dat wordt wel een sprintje dan, denk ik. Ik wil best voor rollen, hoor. Ik wil best voor rollen voor mijn sprintje naar de trap toe. Ik wil wel kijken inderdaad of je dat gaat halen. Ik heb een goed idee, Draakman. Zonder dat hij het doorheeft. Kut. Wat is het? 6. Nee, dat kan ik niet... Dat is niet genoeg. Die beer staat toch net te veel in de weg. En... Hij heeft jou gezien, wat ervoor maakt dat de beer jou nu wil aanvallen. Oh. Was je plan gesnapt worden, of...? Nee, ik had een super chill plan! Ik kan je zeggen dat de beer jou geraakt heeft. Voor 2 damage. De beer haalt met een enorme klauw uit. Slaat je op je schouder. Oh, mijn schouder! Maar... ik heb hem verblind en het boeit hem 2 seconden. Je had harder moeten prikken in zijn ogen, mijn schouder. Ik kan nooit meer pijl en boog schieten. Het had erg kunnen zijn, jongens. Peter, het is jouw beurt. Even kijken. Is hij nog steeds op mij? Kan ik vluchten? Of is het nu nog steeds hetzelfde situatie? Kijk, hij is in principe nog blinded. Maar de rol van Timon was in principe zo laag dat hij dat gewoon kan horen. Dus je kan nog wel een poging wagen eventueel. Wacht. Ik heb een idee. Ik probeer dus die kaars te pakken die we hebben gezien. En ik wil hem op hem gooien, de kaars. Oké, dat kan. De kaars? Dat gaat toch geen damage doen? Ik probeer hem in de fik te zetten. Met een kaars? Hoe brandbaar denk ik dat die is? Hij staat ook op een... misschien op die pels nog ook, hè? Die droge pels. Die andere. 18. Oh, en dan... Ja. Met plus jouw modifier. Dat is denk ik wel genoeg. Dus waar wil je precies op mikken? Wil je op die beer? Of, ja, echt op zijn rug gewoon wil ik. Kijk, ik ben geen avonturier. Ik hoop dat hij gewoon in de fik vliegt. Dus jij gooit de kaars naar de beer toe. En echt precies op dat ruggetje... De vonken vliegen er vanaf en ook een aantal vallen op dat tapijt. En het tapijt begint langzaam een beetje te smeuien. Je mag ook wel voor damage rollen. En dat kan je misschien in... Ja, wat zal het zijn? Ja, dat is een andere dobbelsteentje. Dat is misschien zo'n 1d6. Kijk, is dat deze? Dat is deze. Ik heb dat nooit gezien. Dat is een rare dobbelsteen. Nou, gek, hè? 2. Oké. Okay. Even mee. Dus de beer staat in de fik. En het tapijt is aan het... ook aan het smeulen, zeg maar. Die is aardig warm, wordt hij. Ik heb hem te pakken! Maak hem nou af! Ja, wacht even, ik moet naar die trap toe! Wacht even! Je probeert ondertussen ook via de muur te rennen, maar het lukt de hele tijd niet, weet je wel. Ga gewoon regelrecht, pak je wapen! Nee, ik heb geen wapen! Ik heb een goed plan! Ik wil op die trap staan! 5 treetjes heb ik maar nodig! Dus ga je nu nog een poging ja, doen? Ja, ik wil op die trap staan! Wat ga je doen? Een salto of zo moet je doen van jezelf? 18. Ja. Plus. Dat is genoeg. Het lukt je om bij de trap te komen. De beer is nogal afgeleid van het feit dat hij en 2 vingers in zijn ogen heeft gehad en dat zijn rug in de brand staat. Mag ik nog wat doen nu? Wat heb je gedaan? Ja, je want je hebt in principe alleen maar bewogen, dus... Oké, let op! Laat op, Draakman, dit wordt ziek! Dit heb ik in een film gezien! Ik pak mijn shield, leg hem onder mijn voeten, ik glij naar beneden, pak mijn pijlenboog en mik schiet 3 pijltjes op zijn nek. Of ik mik tenminste op hem. Is goed, rol er maar voor. Bijna 20. 4.
Je had 3 pijlen, zei je. Ja. De truc met het schild is misschien toch wel lastiger. Het is nog die stenen trap geeft niet echt mee. Dus het schudt wel heel erg naar beneden. We willen zo naar beneden. En zorgt ervoor dat die 3 pijlen heel ergens anders in de kamer terechtkomen. Wat ben je nou aan het doen? Je bent veel te veel aan het focussen om dingen als een elf te doen. Pak gewoon je pijl en steek hem in hem. Nee, dat werkt niet. Dat werkt nooit. Je moet gewoon chill doen, zo hoor, is sterker. Heb je een mes bij je? Ja? Steek hem, hij staat in de fik en hij is half blind. Wacht, ik heb een ander idee. Ik wil op zijn rug... Mag ik ook nog iets doen? Je turn is wel voorbij. Oké, nou wacht maar. Ik ga even kijken wat die beer gaat doen, want... Nee, die rolt te laag. Die man is nog helemaal afgeleid van het... Die probeert over de grond te rollen in de hoop dat het vuur wat meer uitgaat. Het tapijt gaat langzaamaan meer fikken. Oké, is mijn beurt. Ik denk nu dat jij bent, ja. Ik probeer, staat er iets van een boekenkast of zo, iets in de buurt? Nou, er staat een houten kist en dan heb je gewoon een paar, weet je, zo'n bijzettafeltje en zo'n stoel. Een beetje dat soort items. Er is niks in de buurt wat ik zou om kunnen duwen op hem, want ik probeer een beetje van de omgeving gebruik te maken. Nee, niet per se boekenkasten, maar dus wel wat losse items die bij jou in de buurt staan. Kan ik perception doen of zo om te kijken of er iets tussen zit wat ik als wapen kan gebruiken? Jazeker, rol maar. 14. Dus je modifier, ja, oké. Dat, nou, wat je opvalt is dat er eigenlijk 2 dingen zijn die je wel als wapen kan gebruiken. Er ligt aan de rechterkant van de kamer een flink rotsblok. Met een nogal scherpe punten aan. Dat is onderdeel van de muur geweest, wat eruit is gevallen. En links daarvan heb je een soort houten klapstoeltje. Wrestling style. Oké, ik pak dat rotsblok en ik probeer hem echt gewoon op zijn hoofd te klappen. En nu de beer is afgeleid en half blind, probeer ik hem zeg maar zelf af te maken met een rotsblok. Oké. Rol er maar voor. Oh, 1. Dat rotsblok is zwaarder dan je dacht. En het schiet echt volledig in je rug. Oh, help me nou! Maak hem af! Hij staat in de fik en hij is verblind! Doe iets! Hoe bedoel je? Doe ik iets? Jij bent een fucking draak! Je kan je niet vuur spugen. Ik ben geen avonturier! Maak hem af met je wapen! Je bent een ik heb geen wapens! Ik ben geen avonturier. Oké, ik gooi mijn mes naar jou toe. Vang hem! Je realiseert je dat je kan het mes wel gooien, maar Peter kan het pas volgende ronde gebruiken, hè? Ja, dat maakt niet uit. Oké. Elf plus? Plus je dexterity in dit geval. En dat is bij 2. Jou? Dat is 2. Dus 13. 13. Je gooit hem naar hem toe en hij komt vlak voor zijn voetjes terecht. Is de beer nu of mag ik verder gaan? Nee, volgens mij is de beer nu. Grote beer. Even rollen. Nee, de beer... je hebt geluk, want de beer rolt ook niet zo geweldig goed. Hij is wel... het vuur op zijn rug is ondertussen wel uit. Het tapijt echt niet. en hij komt langzaam aan jullie kant op. Dat betekent wel, Peter, dat jij nu bent. Ik realiseer me net dat ik super bang ben voor vuur nu het vuur gedoofd is. Dus ik ben helemaal in shock en ik kan niet eens meer iets doen. Ik zit gewoon naar hem te staren. Net was het gewoon een reactie op adrenaline. Maar er staan nog wat, ik zie nog wat vonkies en alles gaat in slow motion. Ik zit gewoon te staren. Het mes schuift naar mijn voeten, maar ik zie het niet eens meer. Hey, hallo! Pak dat messie op! Ik reageer niet. Ik zit gewoon te staren gewoon voor me uit in shock. Gooi hem terug! Gooi hem terug! Dan doe ik het wel! Nee, ik denk dat iemand is jouw beurt. Je moet zelf iets doen in deze situatie. Ik ga proberen de beer aan mijn kant te lokken. Kan ik hem proberen te praten? Ik heb een beetje elftaal. Kan ik elftaal tegen hem praten dat hij in mijn team je komt? Hebt ik kan met dieren wapens. Praten. Nee, hij kan in mijn team komen. Dat kan makkelijk. Je hebt wel hoge animal handling, dus je kan een poging wagen. Ik kan een poging wagen, joh. Rolvol. Ik bedoel, je hebt hem wel net volledig aangevallen, dus ik weet...
Boom. 17. Oké, met plus 4 is 21. Ja. Hoe maar wil Timon je, heeft hoe wil hem je de niet beren geraakt, kalmeren? Want ik denk dat je hem wel even moet kalmeren, überhaupt. Nee, ik ga elfs praten tegen hem. In trans, ik kijk hem in zijn ogen aan. Ik ga elfs tegen hem praten. Gewoon. Ik weet zelf niet echt goed wat ik zeg. Ik ben niet zo heel goed in elfs. Maar ik ga gewoon doen alsof ik... Ik ga hem gewoon verleiden eigenlijk. Ik verleid die gozer. Okay. De beer zie je... de aandacht komt op Durefiel terecht. En hij kijkt zo. En hij stopt. Hij stopt wel. Hij is wel vooral verward wat je aan het brabbelen bent. Maar hij, zijn interesse is gewekt. We zijn vrienden, we zijn vrienden. We stoppen met aanvallen. Het is me gelukt. Ik heb hem verleid. Hij is verliefd op me, denk helemaal ik. Helemaal niks gedaan ook. Ja. Hij is verliefd op me, denk ik. Ik ben nog steeds geschokt voor me uit aan het kijken. Dus ik kan niet reageren. Want ik ben super bang voor vuur. Je merkt wel dat ondertussen het vuur is zich wel aan het verspreiden op het tapijtje. En je hebt het idee dat hoe harder het vuur gaat branden, hoe meer de beer soort van in en out of existence, zeg maar, aan het gaan is. Hij begint een beetje te... Ja. Alsof hij niet helemaal in deze realiteit zit. Ben ik weer? Ja. Als het voelt. Ja, de beer is geen last meer. Kom, we gaan, zullen we verder gaan? De beer zit ons team. Hij is verliefd op me, denk ik. Ik heb al een spreuk gedaan. Gewoon naar boven. Ik ga naar boven in ieder geval. Ik weet niet wat jij gaat doen. Ja, ik zit in ik de zone. Niet, ik ja, ik heb je niet echt nodig. Je ook. Ziet me trillen. Ja, boeit me niet. Boeit me niet, zeg maar. Hey, gast, ik ga naar boven. Ik weet niet waar je mee aan het trillen bent. Ik ga naar boven als je het niet erg vindt. De beer gromt. Oh, what the fuck? Was het een sensuele grom of was het een... Ga de beer meenemen? Ja, de beer is zijn beste vrienden met me, denk ik. Nou, ik wil anders nog wel dat je daar nog wel een keertje voor rolt qua animal handling. Hij is gekalmeerd, maar dat betekent nog niet dat hij je vriend is. Ja, ik maak wel geluiden naar hem nu. Ja, 13. Ja. Oké, okay, plus 4. 17. De beer heeft het een soort van getolereerd. Het is net alsof hij vergeten is dat jullie hem... zojuist hebben aangevallen. Mag ik hem ook aan je over zijn bolletje geven al, of gaat het te ver? Je mag het proberen. Ik wil toch wel dat je er ook daarvoor rolt. Ik heb hem onder controle, maak je geen zorgen. Natuurlijk. Ja, oh. 11? Plus 1. Nee, ik keek op mijn... Hey, hallo. Plus 4 in dit geval, dus een totaal van 15. Ja, je kan hem wel aanraken. Ik ga lekker om zijn kindertje, vindt hij lekker, denk ik. Zodra je hem wel aanraakt, merk je dat je hand door de beer heen zakt. En het vuur in het tapijt begint wel aardig hoog te worden momenteel. Een vuur? Waar komt vuur hoger? Ja, het tapijt staat in de fik, zou ik zeggen. Hé, draakman, we moeten hier wegwezen! Ik weet niet of ik naar boven moet of naar beneden, want het vuur gaat omhoog. Dus ik denk dat ik wil eigenlijk naar beneden, maar het is niet handig dat ik naar beneden ga, want ik wil het oplossen. Dus ik ga omhoog, oké? Okay? Kom je mee? Ik reageer nog steeds niet, ik kan niet. Ik reageer, ik ben geparalyzed. Ik pak mijn pijl aan boog en mik hem op je nek en zeg, hey hallo, kom je mee of niet? Iets in me ziet het toch in mijn ooghoek dat je hem weer bedreigt. En daardoor snap ik er wel uit. En ik zo, oh, waar ben ik? Oh nee! En ik raak helemaal in paniek van het vuur, want ik ben getraumatiseerd door vuur, zie je wel. En ik zeg, help me, wat moet ik doen? Oké, ik stuur de beer, ik zeg, Grizzly Man, haal hem op en breng hem naar me toe. Zeg ik tegen hem. Is dat elf? Dat is elf, in het elf zeg ik dat tegen hem natuurlijk. Oké. Die beer, ik stond tot 14 plus animal handling. Dat is 18. De beer is wel... Weet niet goed wat je zegt, maar je staat er keihard te wijzen naar Drakos. Dus hij snapt dat hij in ieder geval die kant op moet. Dus loopt hem wel redelijk langzaam die kant op. Duwt zijn snuitje tegen Drakos aan. Gaat niet door me heen? Het is niet constant, zeg maar. Het is de ene moment is die wel gewoon in deze... kan je hem gewoon voelen, het moment daarna niet. Ik vertrouw de avonturier 10:30, dus ik ga er gewoon op slap op liggen. Gewoon. Als een natte dweil eroverheen, gewoon. Oké.
Dat is 5. Oké. Okay. Het moment dat je opstart, zak je er doorheen. Deze beer is... het vuur wordt ook steeds groter. Deze beer is langzaamaan aan het verdwijnen. Oh shit, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Ja, hallo, kom gewoon hierheen. Oké. Misschien dus naar boven? Ja, ik ga naar boven. Joh. Wegwezen hier. Oké, dan volg ik jou. Is het wel een slim idee om naar boven te gaan? Het vuur beneden hebben we geen deur meer. Ja, oké, we moeten wel. We zitten opgesloten beneden. Oké, dus jullie willen naar boven. Jullie willen gaan negeren de beer en het vuur. en dan gaan we gewoon naar de volgende. Gewoon naar de volgende kamer. Je kan nog even doen. Nee. Ik ben klaar met hem. Hij ging gewoon erheen. Dat betekent dat jullie de beer hebben achtergelaten beneden het vuur. Volledig genegeerd. Door naar de volgende kamer. Horen we de beer nog krijzen onder in de vuurkamer of niet? Nou ja, je ziet als je terugkijkt naar de trap, dan zie je zeg maar wel een soort gloed van dat vuur. En je wordt... maar ja, goed. Jullie hebben dat genegeerd. Jullie gaan naar boven. En als je bovenaan die trap komt, valt het meteen op dat deze kamer leeg is. Op een paar rotblokken na. En opeens hoor je weer datzelfde rare gekraak als toen bij de voordeur. Alleen in plaats daarvan dat er nu iets verdwijnt, verschijnt er nu iets. Terwijl je de stenen ziet verschuiven, zie je 6 deuren verschijnen. Is het nu iets van een rustpunt of zijn we nog steeds opgefokt door het vuur, zeg maar? Zit er genoeg ruimte tussen om een soort... Laten we wel... Jullie hebben het vuur verder niet gedoofd, dus dat kan wel op zich langzaam naar boven komen. Dat neem ik mee, in principe. Voor nu veilig. Ja, we zijn gewoon veilig. We moeten niet eens druk om maken. Zo gaat het gewoon in het leven. Als je gewoon... Het gebeurt gewoon, joh. Kan gebeuren. Ja, waarom zit je nou te sparten? Wat deed je daar nou? Ik ben erg bang voor vuur, snap je wel? Je bent op een moment ben je bang voor vuur, op een moment ben je niet bang voor vuur. Ik ben je altijd vuur, bang voor vuur geweest en ik zal je vertellen. Je had er niet door dat het vuur was of zo. Ik zal je vertellen, ik ben altijd bang voor vuur geweest. Het gaat lang terug een paar jaar geleden dat ik nog in een vast dorpje woonde waar ik niet van dorp naar dorp aan het reizen was. Ja, luister maar eens goed naar mij. Er ontstond op een nacht een vuur waardoor mijn hele gezin verbrand was. Oh, dat was een zware tijd voor mij. Sindsdien loop ik weg voor mijn problemen, van dorp naar dorp, en ben ik bang voor vuur. Ja, ik heb gezworen om nooit meer mijn vuuradem te gebruiken, zie je wel. Ik ben erg bang voor vuur, snap je? Kunnen draken niet, zeg maar, tegen vuur, zeg maar? Nou, ik kan je het adres van de begraafplaats van mijn ouders laten of doorsturen. Dus fuck jou. Je lijkt net alsof je uit je nek lult of wat traaien. Wil je wat geld van me ook? Zit je me weer... is het hoe je een van drie... Ben me aan het openen naar je, maar ik merk alweer dat wij nooit... Luister nou, maar nooit beste vrienden zullen worden. Je liet me daar in die andere kamer ook al gewoon hangen. Je had hem de beer meerdere malen neer kunnen halen en het betekende bijna mijn dood, hè? Oké, ik ga even in mijn broekzakje ritselen. Heb ik, om te kijken of ik een euro in mijn broekzakje heb. Ah, houd toch op, man. Heb ik een eurotje in mijn broekzakje? Hey. Nee, mag ik daarvoor rollen? Ik wil graag voor rollen of ik een eurotje in mijn broekzakje heb. Je hebt in principe gewoon een item, maar je mag best rollen. Ik ga rollen of ik een euromuntje in mijn broekzak heb. 2. Je hebt geen euromuntje in je broekzak. Want ik ga in mijn broekzak. Ik kijk, want ik heb geen euro bij me. Maar als ik een euro had, zou ik hem voor je voeten gooien en zou ik zeggen dat je veel moet zingen. Nou, jij kan wel weinig een droevig nummertje. Zodat je om jezelf kan janken hier. Dit kwetst me ten eerste. En nee, ik ga er niet eens meer op in. Je hebt me te hard gekwetst. Normaal zou ik nou... Je kent me nu een beetje. Ik zou terugsnappen. Maar dit doet gewoon pijn. Ik ga een beetje bedroefd. Loop ik vooruit. En ik ga een beetje naar die deur. Ik ga een beetje luisteren of ik iets achter die deur hoor. Oké, wil je dan een perception gewoon anders? Je hoort in de vette wel de beer krijzen. 15 plus mijn perception is 20. Nee. Maar dat is min 1. Dat is min 14. 1. Dat is 14. De deuren die je ziet zijn als volgt. Het is een rode vuurhouten deur. Een donkere houten deur. Dat schrik ik even van. Ik ben bang voor vuur, zie je wel. Een donkere houten deur met gouden buizen en raderen erop. Een lichtblauwe deur met een zilveren knop. Een gele glimmende deur.
een deur met een heleboel deurklinken en een uitgehouwen stenen deur. Heb je nog een voorkeur bij waar je wil gaan luisteren? Ik loop langs alle deuren, maar behalve niet bij de vuurrode. Oké. In principe heb je het idee dat elke deur heeft een bepaalde soort, ja, een soort magische aura achter zich. En dat kan jij wel redelijk horen. De ene misschien wat sterker dan de andere. Maar dat hangt er een beetje vanaf waar jij naartoe wil, eventueel. Zo te horen zit hier zo'n magische aura achter de deur, denk ik, hardop. Ik draag me blijf van die deuren af. Dat kan jij niet. Dat we moeten kan toch ergens niet heen? Het vuur. Ah, die komt straks naar boven en ik moet hier weg. Gewoon. Ik ben een elf, geloof maar. Ik weet precies waar we heen moeten. Ik ga op zoek om te kijken of er een steentje of iets, een klein steentje ligt in de, of een grote steen ligt in de kamer. Je gaat kijken of er een steentje wacht, ligt. Wacht nou, ik ben een fucking elf, gast. Ga eerst. Is er een steen in deze kamer? Ja, zeker weten. Ik ga op de steen staan en ik ga om me heen kijken. En ik voel het aan, ik ben een elf. Ik kan precies voelen waar we heen moeten. Mag ik daarvoor rollen waar ik heen moet? Ik ben een fucking elf. Ik ga mijn ogen dicht doen en om me heen kijken. Zes. Wat is perceptie? Je wil het de Drakos niet toegeven, maar je hebt eigenlijk geen idee welke van de zes je moet kiezen. Oh, we moeten naar de deur met die klinken, met meerdere klinken, daar moeten we sowieso heen, zeker weten. Waarom? Ik ben een elf en ik voel dit soort dingen. Alle elf gerelateerde dingen die je hebt gedaan lijken echt alleen maar alsof je iets, alsof iets wat je in een film hebt gezien. Nee. Maar niks heeft nog gelukt. Geloof mij nou maar, die deur met die klinken, daar ga ik in. Wat jij gaat doen, maakt me niet uit. Ik ga naar die deur met de klinken. Oké, dus ik zie jou als lopen richting de deur. En dan ga ik toch maar een beetje van... Oh, oké, ik ga hem achteraan. Want ik kijk naar vanuit vuur. Ik hoor die beer nog schreeuwen. Stil, probeer te denken! En dan ga ik maar een beetje angstig achter jou aan. Omdat ik anders ook niet weet wat ik moet doen. Ja, ik wil kloppen op de deur met de klinken. Ik bel deed in ieder geval. Kan ik daarvoor rollen? Of ik ga lachen om die grap. Kan ik daarvoor rollen? Of moet jij voor rollen eigenlijk? Je mag wel anders een charisma check rollen. Waar rol ik nu voor? Of je grap grappig was. Of ik ga lachen om je grap. Maar ik heb het gevoel dat het nu een afgangrol voor me is. Zoals het tussen de reeks normaal zou doen. Een 4. Een 4. En je hebt wel op zich wel redelijk charisma, maar plus 5 is 9. Gewoon een simpel. Een lach misschien. Ja. Klein grinnikje misschien wel. Maar goed, jullie willen dus die deur met die deurknoppen openen? Of, ja, even kloppen. Eerst even kloppen. Even kloppen. Rol ons maar een strength check. En welke is dat? Is het andere dobbelsteen? Of, Ja, gewoon de D20 plus je strength modifier. Dat is een natural 20. Oh, 21 baby! Ik ben goed in kloppen. Het is echt een mooie klop. Mag ik even zo'n mooie klopsolo, een drumsolo, klopsolo. Dat is prachtig. Ja, anders meer dan dat kan ik niet zeggen. Het is echt een prachtige drumsolo. En ik zit zo... Ik doe zo'n nauwkopje en ik knik zo naar hem. Oké. Ik zeg, ik voel hem. Maak je muziek? Heb je je muziekinstrument mee? Wacht eens even. En ik word echt geïnspireerd door jouw klopje. Wacht eens even. Heb ik al verteld dat ik een muzikant ben? Ja, dat heb je meerdere keren verteld. Je hebt me zojuist geïnspireerd. Ik voel opeens een nummer. Oh, en deze draag ik op aan mijn ouders. Blijf doorkloppen. Ja. Mijn ouders die ik verloren ben in het vuur lang geleden. Deze is voor jullie. Deze scat voel ik nu. Moet je niet voor rollen of het mooi is ook? Ja, dan moet ik even rollen wat het effect wordt. Ja, je moet een performance check doen. Dus als het met die D20 plus je performance. Ik weet het niet hoor. Ik ben een... Dat is een 4. Dat is 5. Ja, plus je performance erbij. Dat is 3. Plus 3 is 7. Ja, het is een... gemiddeld. Misschien ik heb het gevoel...
Hij is nog niet helemaal klaar met nummer, maar het is een beetje waar je iets aan kan werken. Ik stop met kloppen. Ik vind het zo van, nee, wat doe jij nou? Ik ben een scat artist, zeg maar. Een scatbard. Dat is je muziek. Daar verdien je geld mee met je scat. Ja, kom op. Ik heb deze ook nooit eerder. Ik werd geïnspireerd. Zie je het meer? Laat mij nou mijn ding doen. Ik had een goede klop. Laat mij gewoon mijn ding doen. Heb je ooit een bard gezien die alleen gaat drummen? Denk het niet. Dus ik zou maar een beetje in je mondje snoeren. En dan mag je misschien een keer met me optreden. Ik ga je gewoon negeren. En ik ga gewoon één van de linksbovenste klink ga ik pakken. En die ga ik naar beneden doen. Ja, heeft je klop nog nut gehad naast gewoon? Nee, het was gewoon een goede klop. Maar wat was je doel van de klop? Toen je net een kijken of er iemand achter zat of niet. Was dat het geval? Nee, dus er zit niet per se iemand achter de deur. Je hebt wel het idee dat deze deur misschien wel vrij zwaar is. Het is wel een vrij dikke deur. Dus misschien iets, gevoelsmatig klopt er iets niet helemaal. Die gekke klik, die handvat erop, is een beetje vreemd. Maar ik ga toch eentje open doen. Linksboven, klinkje naar beneden. Ik ga gewoon, ik voel dat het goed zit. Dus rol dan maar weer zo'n strength check. Legolas heeft ook nooit getwijfeld, toch, in de film? Nee, natuurlijk niet. 15. Plus jouw strength. Je gelooft het niet, maar van al die deurklinken is het wel precies degene die de deur opent. En het is een trap naar beneden die daarachter zit. Oké. Oké, wat hier moeten we heen. Ga ik in ieder geval heen? Ga je mee of niet? Of wil je nog een andere deur proberen? Ik probeer over je schouder heen te kijken of ik zie dat of daar beneden ook dat vuur nog is, aangezien het weer naar beneden gaat. Ik mag wel een perception rollen. 5. In eerste instantie zie je geen rode gloed of iets. Oké. Ik zie geen vuur, maar hoe kan dat nou? Net toen we naar beneden waren, was het zoveel vuur. Dat is een andere deur. Ja, andere deur wil toch niet zeggen dat er gelijk... Denk eens na. Ja. Wat zit er onder deze vloer? Die kamer waar we net waren, waarom is daar opeens geen gloed meer? Deze deur gaat ergens anders naar beneden toe, toch? Of niet? Je bent zo snel altijd de conclusie aantrekken dat het hekserij is. Nu is er iets totaal bizars aan de hand en nu denk je dat het logisch is. Heb je ooit gehoord van verschillende kamers? Ik ga gewoon naar beneden. Ik ga niet eens meer met hem in discussie. Ik ga gewoon naar beneden. En binnen mijn mond ga ik nog een beetje... Ik loop achter je aan, huppelend. Dus jullie lopen de trap af. Het is een langere trap dan degene die je net hebt genomen in ieder geval. Dat valt je op. En als je eenmaal... Het valt me op dat deze trap langer is dan die van zojuist. En op een gegeven moment denk je... Dit komt me bekend voor. Je komt namelijk uit op de begane grond. Als in die kamer waar we begonnen? Waar jullie waren. Jazeker. Huh? We zijn weer terug waar we begonnen. We zijn weer terug. Moeten we nou... Wil je weer teruggaan of wat wil je doen? Is de deur niet opeens weer terug? Magisch? Ik ben totaal verward op dit moment. Ik kan je misschien... De lichte clue is dat dit gewoon een extra soort uitgang is. Dus je kan nog... Nu je eenmaal beneden bent, kan je... Nog rondkijken of er iets anders is, eventueel. Ja, we kunnen wel perception doen of het echt dezelfde kamer is, inderdaad. En ik hoor 17. Netjes, min 1, 16. Het is zeker nog dezelfde kamer. Alhoewel, je komt nu wel natuurlijk aan de... het is een extra luifertje wat hier is opengegaan. Dus je komt op een ander gedeelte uit. Het lijkt toch gewoon de brandtrap? Het is eigenlijk een soort brandtrap. Wat je wel opvalt... En wat je de eerste keer nog niet hebt gezien, is dat er rechts van de kamer een soort luik in de grond zit. Met bloedsporen op de grond. Er moet even RP in van de chat die zegt, brandtrap, brand! Ik ben bang voor vuur, snap je wel? Hey, what the fuck, is gewoon een luik in de grond die we totaal gemist hadden, gozer. We zullen naar beneden gaan. Ja, maar denk goed na. Ja. Ja, we kunnen hier nergens heen, maar we weten in ieder geval dat hier de deur was. Als we naar beneden gaan, het vuur komt verder naar beneden, dan zijn we opgesloten en dan wordt dit onze tombe, weet je wel. Heb je wel eens van die mummies gehoord? Maar het is logisch dat het vuur omhoog gaat. Het is... Hoezo is het logisch dat een vuurtje een logische weg volgt? Vuur gaat toch omhoog? Die gaat er niet omlaag meer?
Dus als het een houten trap was, dan was het omdat die trap naar beneden ging. Oh, dan vertik ik te branden, want ik ga alleen omhoog. Ik ga negeren hem weer en ik begin het luik open te doen. Ik ben zo snel klaar met jou, mannetje. Wil je een strength check gooien voor het luifeltje? Dat is 20. Oh, natural 20. Op dat moment ken je eigenlijk je eigen kracht niet. Het luik zit in het slot, maar door je frustratie van de afgelopen tijd ruk je zo het luik uit zijn slot, uit zijn voegen. En je ziet dat daar een trappetje naar beneden gaat. Oef! Kijk! Inderdaad, de trap naar beneden. Wil jij gaan? Ah, weet je wat? Ik ga gewoon. Ga je naar beneden? Ja. Oké. Dan gaan we naar beneden, jongens. Beetje bij beetje merk ik die avonturier in mezelf. Ik krijg steeds meer zelfvertrouwen doordat die, hoe heet die? Durofil, zeg maar, zo weinig doet, moet ik gedwongen de avonturier in mezelf vinden. En dan ga ik dus voor het eerst, zeg maar, vooruit. Ooit. Goed. Je gaat het trappetje af, blijf je naar beneden. De ladder lijkt wel oneindig lang. Dat indiceert dat het wel een vrij diepe ruimte is waar je terechtkomt. Het is erg donker, maar gelukkig heb je zo'n dark vision. Dus je kan het wel redelijk hebben. Als je voeten aan de grond staan, hoor je een soort gekraak. Kijk naar beneden en je ziet dat er een aantal botten liggen waar je op bent gaan staan. En als je verder de kamer in kijkt, zie je verspreid door de ruimte meerdere botten en lange bloedsporen liggen. Aan de wanden hangen ketens. Tegen de achterwand aan liggen ongeveer een stuk of 6 lijken van mensen op elkaar gestapeld. What the fuck moment. Wat zie je naar beneden? Ik denk dat je dit zelf moet zien. Oké, dan wil ik wel... Wil je het zeggen? Moet ik echt komen? Is het waard? Misschien wil je dit niet zien. Moet ik nou komen of moet ik nou niet komen? Oké, ik pak mijn schild en ik ga weer surfen naar beneden. Het is heel snel, maar goed, ik zeg, kijk. Rol daar maar voor een acrobatics check. Terwijl ik roep, kijk, zie dit. Kut, gaat weer niet goed. Plus 2, 8. Het gaat in het begin nog wel vrij goed, maar je vergat dat het een 90 graden hoek is. Dus je valt wel een vrij lang eind naar beneden. Ik wil dat je wel een 1d4 damage rolt. Oh. Is het deze? Dat is deze. Ja, of die, ja. Ja, dat is min 3 damage dan voor jou. Shit, ik heb 7 HP nog. Maar goed, je bent beneden. Wel een beetje gehavend, maar gelukkig geen ernstige verwondingen. Dus je kan wel weer vrij redelijk opstaan. Oh, ik zie hier allemaal... Ik denk dat ze dood zijn. Zijn dit allemaal mensen die overmoedig de trap af zijn gegaan, denk je? Vraag niet eerst even hoe het met me gaat. Oh, mijn hele schouder, gast. Je doet het toch zelf? Wat verwacht je nou dat er gaat gebeuren? Je gaat werken, je glijdt van... Maar waarom zou je het doen, is echt de vraag. Ik ben een elf en dan doe je dit soort dingen. Jij bent een draak, jij zou vuur spugen en vliegen, maar dat zie ik je niet doen. Dus jij denkt dat we in de elfenstad daar, waar ik wel eens ben geweest, omdat ik van stad naar stad reis, dat ze daar 0 trap hebben omdat iedereen maar gewoon naar beneden geskateboard. Ja, precies. Nee! Dat doen ze gewoon aan trappen. Nou, dat weet ik niet. Dat heb ik nog nooit gezien. What the fuck, het bloedt hier allemaal, gast. Ja, ik weet ook niet precies wat het is. Kunnen we even zien wat er nog meer zien? Iets van Wacht eens even. Mag ik eerst nog iets doen? Ik zie een paar botjes op de grond. En ik was net best wel goed in drummen. Dus ik pak 2... Wacht eens even. Pak 2 botjes en ik begin lekker te trommelen op de grond. Even kijken hoe het lekker werkt ook. Ik wil anders wel dat je daar een performance rol voor gooit. Wacht eens even. 3. Nou, zodra je het bot oppakt, breekt hij volledig door in tweeën. Het is een hartstikke broos bot. De bot is broos, daar kan je niet mee. Waarom pak je dat botje vast? Nee, ik voelde hem gewoon. Ik dacht, ik ga even lekker een nummertje spelen. Je bent toch muzikaal, hou je toch van, of niet? Botje als broos. Ranzig, gast. Ik ga kijken voor me heen of ik iets kan zien of er reden is. Of, zeg maar een hint van waarom die mensen dood zijn hier. Of zagen we al iets van...
Nee, je kan een perception, of een investigation check in dit geval. Zeventien. Oké. Plus 1. 18. Nou ja, je kijkt, je loopt langzaamaan naar de lijkjes toe en je herkent de kledij. Dat zijn mensen uit de omliggende dorpen die dit soort kleding aan hebben. En eigenlijk, je inspecteert een van de lichamen en het valt je op dat er een bijtwond in de nek zit. Met die tandjes. En meerdere van deze lichamen hebben zo'n bijtwond, van wat je kan zien. Hey, zijn dit niet de kleren die jullie hier in het dorp dragen? En wacht eens even, kijk. Die heeft een bijtwond in zijn nek. Zou je echt zo lekker smaken? Dus ik neem ook een happy. Oké. Ja. Rol daar maar voor anders. 13. Oké. Nee, ik kan een hapje nemen. Nee, het, het is... Het, ik denk niet dat je... Je hebt denk wel redelijk geluk dat je wel een sterke maag hebt. Dus dat je er niet per direct ziek van zal worden. Smaakt naar voet. Weet je het zeker? Het ziet er wel best lekker uit. Ze hebben allemaal een hapje, zie ik nu in ik zeg dat het lekker is. Nou, ik neem maar ook één hapje. Eén hapje. Wil jij ook een hapje nemen? Happy. Oh nee. Eén. Jij gaat ook heel overmoedig een hapje nemen. Bijt erin. Breekt als eerste je tand af, want het is harder dan je denkt. Die half elf tanden zijn er helemaal niet op gemaakt. En daarnaast, je slikt een klein hapje door en... Wordt me toch een partij misselijk. Dit is helemaal niet iets wat een half elf kan eten. Dit is gewoon een lijk. Dit is een rottend lijk wat je aan het eten bent. Wat denk je? Niet zo heel lekker. Nee, ik vind het niet zo lekker. Ik kom een beetje misselijk. Nou, doe wat jij wil. Ik breng nog zo'n stukje van zijn arm als een kippenvleugel die af en toe in mijn zak, weet je wel. Even kijken wat we hier nog meer kunnen vinden. Hé, hey, wacht, kijk deze botjes! En ik probeer twee botjes op te vangen en een drumsolo te doen. Wil je daar ook een performance check voor rollen anders, hè? 6. ook dit botje is niet heel erg sterk en schiet uit je handen. Op een bepaalde steen. En opeens hoor je een hoop... echt zo'n dof geluid. Een paar luiken gaan open. En er loopt zand naar binnen. Met een vrij hoge snelheid. Zand boeit me niet, hè, trouwens. Ik heb geen fobie voor zand of zo. Dus ik weet niet wat jij hiervan vindt. Dus was die beer boven nog. Zit van even rond te lopen. Moet je niet druk om maken, joh. Hoe zielig kun je zijn, hè? Hoe lang kun je wrok vasthouden, denk ik dan. Ja. Wil je nog iets doen, Draakman? Hoe heet je eigenlijk? Oh, goede vraag. Mijn naam is Drakos. Drakos. Maar origineel, hè? Van je ouders, of niet? Van je dode ouders. Je dode ouders. Ik wil dat jullie weten dat ondertussen het zand ook tot je knieën al staat. Maar dus ik ben het even loopt gekwetst. Het flink snel naar boven. En als ik me gekwetst voel, dan word ik emotioneel. En als ik emotioneel word, dan ga ik dat verwerken met muziek. En ik kijk je niet eens aan. Deze is gewoon voor mezelf. Zo. Daar schiet ik toch even vol van. Dat is toch helemaal niet slecht. En ik doe zo op mijn hart. En dan een peace teken naar de hemel. En dan knik ik en dan zeg ik... Het is voor jou, pap. Zo, dat is niet slecht... Het water, of zo, het zon staat ongeveer tot jullie borst nu. Ga je nu dus excuses aanbieden of? Het spijt me, dat ik zo hard was. Ik voel me gewoon een stuk, ik was net misselijk van het happie, maar ik voel me gelijk een stuk beter. Ik had je ook nooit een like moeten laten eten. Het is een beetje vreemd ook, moet ik eerlijk zeggen hoor, maar... Oh, je vond het niet echt lekker? Ja, dat is het punt niet, dat maakt ook niet uit wat ik lekker vind en wat niet, maar wat is jouw naam? Ik ben Durotiel. Je kan wel van me gehoord hebben, ik ben best wel sterk. Nee, ik heb niets verteld. Ik heb niets kunnen vertellen waar ik van ben. Terwijl jullie praten, lopen jullie mond vol met zand. Smaakt naar zand! Echt, is het lekker, vraag ik aan je.
We moeten hier wegwezen. Even kijken. Kijk naar boven of we zeg maar boven een luik zien of zo. Ja, je kan gewoon de trap terugnemen in principe. Maar dat is wel een stuk verder weg. Dus je zal daar nu wel... En gezien het zand ook best wel hoog is... Denk ik dat het tijd is om een aantal saving throws te gaan gooien. Oh, shit. Is dat ook D20 gewoon? Het is de D20 plus je constitution modifier. Dat wil ik voor jullie allebei. We gaan richting de trap. Ik heb 10 plus 1, 11. Je probeert nog wel net je kop boven het zand te houden, letterlijk. Het gaat heel langzaam. Dus je ziet hem wel in de verte, maar het lukt niet. Je komt langzaam dichterbij. En voor Durethiel, die gaat kopje onder, langzaamaan. Oh jee. Oh shit. Ik doe net zo'n handje uit. Wat is net een band, had ik een idee. Help! Oh, ik kijk even naar de trap, die nog moeilijk te bereiken is, en kijk naar hem. Wat zou hij voor mij doen? Hij zou me nooit in de steek laten. Dus ik ga gewoon, neem een diepe hap adem en ik probeer gewoon naar hem toe te zwemmen. Gewoon borstcrawl en hem naar de trap te tillen met al mijn kracht. Oké, en doe maar een athletics check anders. 16 plus 1. Het begint ook steeds hoger op jullie te peilen, zeg maar. Dat zand dat wordt steeds meer en meer en meer. Het begint steeds meer te drukken en ik probeer het nog Durethiel te zoeken en die is helemaal kopje onder. En dan opeens voel je zijn hand. Pakt een beet, trekt hem omhoog. Het lukt. Je zit nu met één hand aan de ladder vast. Ik heb je, mijn jongen! Ik zal je nooit loslaten! Dankjewel, mijn jongen! Dus, ik zal het nooit vergeten! Ja, rustig maar. Ik ga hem... We moeten eerst uitzien te komen. Ik probeer gewoon de trap op te... klauteren dan, ja. Moet ik dan opnieuw? Daarvoor wil ik dit, ja, dus inderdaad weer een athletics in dit geval. 12 plus 1. 13. Mm-hmm. En voor Durethiel, die moet ook nog even rollen. Dan heb ik wel zijn nekkie blijven hangen. Ik ga zelf niet klimmen. In dat geval doe maar een strength check, of jij überhaupt op zijn rug kan blijven. Twitter! Ik heb nog nooit iemand zo stevig vastgehouden. Echt, het is niet normaal. Misschien heb je bijna zo sterk dat je hem nog net niet zijn keel begint dicht te knijpen. Zo stevig hou in beet. Drakos is met het extra gewicht niet heel erg snel. Dus af en toe net aan, kopje onder, weer net boven. Net uit, net erin. Uiteindelijk kom je toch naar boven. En redden jullie het maar net. Stopt het zand daar weer? Als jullie eenmaal boven zijn, dan is die eigenlijk tot het randje gevuld. En gaat het niet verder. Hé, ik heb al een tijdje niks van die beer gehoord. Ik denk dat hij dood is. Ik denk ook dat hij dood is wel. Maar wil je nog even met het zand doen eigenlijk of zo? Wil je nog... Doe je een zandkasteel bouwen? Waarom moet je elke keer als zijn we weer tot terug ga je domme dingen zeggen? Toen je aan het stikken was, dacht ik toch wel wat sympathie voor die gast. We kunnen wat leuk samen doen. We gaan een keer even wat rustig aan een kasteeltje maken. Nee, maar dat hoeft het dus niet, hè? Ja, maar je had niet gezegd over een kasteel. Jij begon over kasteel alsof het een slecht idee is. Nu wil ik geen kasteel meer maken. Ik dacht van die zandcookies. Echt, ze is echt lekker dan ook. Nee, smaakt naar zand. Daarom wilde ik het niet doen. Wil je terug naar die ene brand, die brandtrap? We kunnen beter naar die deuren. Waarom wil je naar het brandtrap? Ja, die leidt naar naar de deur terug. Die boven. Nee, je gaat er niet naar de. We gaan er niet eens naar de beer. En daarna wil je echt langs de beer? Nee. We gaan toch gewoon langs naar die ene trap, die lange trap. Die lange trap gaan we naar boven. Ja, dat is die brandtrap. Ah! Ja, die lange trap. Ja, die lange trap. Die brandtrap. Oké, dus dan neem ik jullie mee naar de deurkamer. Betekent dat jullie inderdaad die deur met al die deurknoppen al open hebben gemaakt? Misschien nog even welke dan over zijn. Dus je hebt nog die vuurhouten deur, de donkere deur met de gouden buis en raderen erop. Een lichtblauwe deur met een zilveren knop. Een gele glimmende deur en een deur met die van steen is uitgehouwen. Ik kan je wel vertellen. Durethiel. Dit is de laatste keer dat ik naar dit dorpje kom. Ik heb je mijn naam nooit verteld. Hoe weet je elke keer mijn naam? Ik vroeg het net toch aan je? Nee, ik vroeg het alleen aan jou toch, of niet? Oh nee, je hebt het wel vertraagd. Oké, sorry. Wat is dit voor gesprek wat je met mensen... Ja, sorry. Ik dacht, hier is gewoon een creep, dacht ik even. Wat zei je? Ja, laat maar. Nee, zeg nou maar wat je wilde zeggen. We moeten een volgende deur hebben, volgens mij. Ja. Maar ik ben klaar met de hele tijd. Wat krijgen we straks? Krijgen we een sneeuwlevel? Krijgen we nog een waterlevel?
Nee. Weet je wat? Ik weet wel waar we heen moeten. Ik ga weer op die steen staan. Nee, wacht. Ik ga al op die steen staan. Nee. Misschien heb ik iets. Dicht. Ik heb het gevoel dat het allemaal terug komt op mijn verhaal. Mijn levensverhaal. Snap je wel? Ja. Ik ben namelijk bang voor vuur. En ik zie hier één deur. Een vuurrode deur. Zou het niet zo mooi zijn als ik die deur kies? Nee, maar het is maar een deur met vuur houden. Het is helemaal meer vuur. Mijn angst overwinnen. En dan is daar uiteindelijk de uitgang. Al die tijd had ik over mijn we angst. We moeten niet naar de uitgang. We moeten dit zien op te lossen. Ik ga hier niet weg. Hoe poëtisch zou het zijn als er achter die vuurdeur... Niet de vuurdeur, de vuurhound is veel logischer. Wat? Die vuurhound deur. Ja, vuurhound? Maar het ook een vuurhound deur. Hebben we een vuurhound deur? Vuurhout deur? Hound. Hout. Een vuurhout. Ja. Wat is een vuurhout? Het is gewoon rode deur, vuurkleur. Oh, Oké, nou dan gaan we door die vuur. Wat jonge jongen. Ga niet jonge jongen. Dit is een poëtisch en supergoed moment voor mij. Omdat ik de vuurkleur overwin, snap je wel? Waarom heb je wel... deur. Ik dacht dat ik je net gered had. Kun je me dit even geven? Dit moment dat ik kan zeggen... Wow. Nou, hier ben ik... Misschien ben ik... Ik ben klaar voor mijn laatste test. Een of andere lavamonster of zo, weet je wel. Zou top zijn. Dan ben ik er niet bang voor. Het is echt zo'n storytelling, snap je wel? Dat ik je eigen vuurspuw weer ga gebruiken ook misschien. Kan je dat wel eigenlijk? Kan je vuurspugen? Dat is dan mijn laatste... Kijk, dan ga ik sterven bijna. En dan sterf jij bijna. En dan is hetzelfde als, weet je wel, dat Goku. Ja. Zeg maar, dat Krillin doodgaan. Dan werd hij voor de eerste keer Super Saiyan. Dan ga ik weer eindelijk mijn vuur gebruiken. Maar en dan zeg Goku ik wilde altijd al Super Saiyan worden, zeg maar. Ja, maar dit is toch een overwinning van angst. En weet je wat ik dan doe? Dan zeg ik... Oh, weet je wat het was? Ik was degene die het door per ongeluk in het vuur in de fik maar had gezet. Maar dat wist ik al lang. Hoezo? Dat zei je al. Je ging je vuur niet meer gebruiken omdat je ouders maar in de dood zijn. Maar dit is een onverwachte twist. Nee, het is niet onverwacht. Dit is maar onverwachte twist. Ik heb al lang door dat je ze vermoord had. Ik doe zo dramatisch als ik nieuwe mensen zeg maar ontmoet. Zodat ik op het eind kan zeggen, ja, ik was degene die maar het dat is helemaal niet positief. Daarom, je zegt dat nee, maar daarom zeg ik het ook niet. Maar het is zo... Oh, je snapt echt niks van mijn levensverhaal, heb ik het idee. Zeg maar jij bent geen artiest en dan snap je dat ja, niet. Jawel, ik heb echt Lord of the Rings zo vaak gezien. Uiteindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik het nu al weet, dan maakt het niet meer uit. Ja, maar het is nog niet gebeurd. Het, is nog niet, het telt nog niet echt, zeg maar. Welke Lord of the Rings is jouw favoriet eigenlijk? Ik heb ze nooit gezien. Wat? Ik ben meer van de Hobbit met die draken, Smaug en zo vind ik mooi. Dat is ook goed hoor. Is ook dus mag ik nu door die deur en zeg maar mijn levensverhaal afronden? Ik heb niet gevoeld dat het in die vuur houdt. Maar ik verwacht elke keer, al zou ik het zeg maar delen, zeg maar heel dramatisch. Hè? Want nu zijn we ook nog niet aan het sterven. Het is maar het moment dat jij sterft. Dan zou hij ik was zeggen... net bijna aan het sterven wel hoor. Ja, toen had ik moeten zeggen hè, dat het zeg maar. Toen had ik zeg maar vuur moeten spelen, maar dat had geen nut gehad. Want dan werd het sloeg ja, nergens. Kan je dan best wel brandende zand of niet? Wordt het glas toch of zo? Wordt het dan glas? Ik weet niet. Ik ben geen science man. Oké, laten we gewoon door de deur gaan en dan kijken we wat er gebeurt. Maar ik verwacht maar ik wel die al komt het moment dat je gaat... Maar die vuurhouddeur, die wil ik er niet. Maar ik verwacht... Ik heb mijn ogen dicht en ik voel dat ze naar die andere deur moeten. Jij hebt net gekozen en toen was het helemaal kut. Toen gingen we terug naar het begin. We hebben heel veel mooie dingen meegemaakt. Je bent misselijk geworden en je bent bijna vertrokken. Ik weet nu hoe mensen smaken. Maar dat is ook iets wat je trouwens niet tegen mensen in het dorp moet zeggen. Want dan gaan ze weer met die hooivork en zo. Dat heb ik al eerder meegemaakt. Ja, maar jij bent een draak. Mag ik door de deur heen gaan? Want ik gaan we door die deur. Jij mag door een andere deur, maar ik ga door die deur in ieder geval. Ga jij niet lekker door die deur? Nou, rol er maar een strength check voor. Ik zie de deur als mijn lot. Ik verzamel mijn kracht en met 11 punten plus 1 duw ik tegen die deur aan. Oh, ik voel mijn angst voor vuur verdwijnen door mijn... Wat was ook mijn motivatie? Ik ben helemaal uit, weet je wel. Ja, zeg je aderen of zo, joh. Je aderen. Zoals... Ik ben niet gemotiveerd door mijn aderen. Laat maar, ik doe gewoon de deur en open. Ik probeer gewoon te helpen dat je verhaal nog wat zinnigs is, maar... Goed. Je doet de rode deur open om te onthullen dat er een bakstenen muur achter zit. Oh, dit is niet hoe ik het voor me zag, mijn lot, zeg maar. Ik dacht dat ik een hoofdrolspeler was. Hey, maar met je lot, ga je dan ook uiteindelijk mij helpen nu ook? Of wil je nog steeds weggaan? Maar dat is echt een heel je moet lot. Eerst bijna sterven en dan moet er vuur nodig zijn. Dan ga ik voor we eerst... zijn net bijna dood. Is het nu het moment van, ja, ik ga je helpen, ja, mijn vriend. Dan ga ik dramatisch voor de eerste keer mijn vuur weer gebruiken. Dus daar moet ik eerst nog op wachten. Kies jij maar een deur. Oké, welke deuren zien we nog meer? Welke deuren zijn er nog? Je hebt nog een donkere houten deur met allemaal buizen en raderen erop. Een lichtblauwe deur met zilveren knop. Een gele glimmende deur en een uitgehouwen stenen deur. Ah, die gele deur. Ik pak mijn pijl en boog, schiet hem met een boogje de lucht in. En ik zeg, pak mijn andere pijltje en ik schiet hem
pijl uit de lucht tegen die gele deur aan. Is dat Robin Hood? Niet? Robin Hood stijl. En dan zeggen van, daar gaan we heen. Om te laten zien dat we door die heen gaan. Een rol daar maar voor. Is al iets gelukt met die pijl boven? Wat? 18? 18, tuurlijk. Je raakt de gele deur echt precies netjes in het midden. Je kon ook gewoon wijzen. Wat er wel ondertussen meteen gebeurt, is dat het de deur begint te smelten. En opeens valt het op dat het helemaal geen deur is, het is gewoon geverf. Het is gewoon verf, het is een getekende deur. Oh, dit is van die roodrunnen shit waar ik over gehoord heb, weet je wel. Wees blij dat je er niet tegenaan rende. Ik wilde al bijna op afrennen, want ik wilde in die deur gaan. Maar welke deur moeten we nu heen? Wat denk je van die zilveren knop? Welke zilveren knop bedoel je? Deze? Pak mijn pijl en boog en mik op die deur met zilveren knop. Rol er maar weer voor. Twee. Dus de verkeerde deur wijs je nu aan. De pijl komt bij de deur met buizen terecht. Dus ik negeer gewoon en ik begin eventjes gewoon even. Ik ben toch wel een beetje jaloers hoe jij die drum zo leed. Dus ik ga eerst even die deur ook even kloppen. Op welke? Is dat die met die buizen of is dat met die... Nee, met de zilveren. Met de zilveren. Oh. Ja, doe ik maar overnieuw. Oké. Is dit nog plus iets? Performance? Dan is het 22. Mag wel een performance, ja. Ja, dat is meer dan genoeg. Er komt wel een hele lekkere beat van die deur af. Is het echt die jungle beat ook? Het zijn zeg maar als je met je voeten op zijn drum stelt, dat zegt zo. Slipknot stijl, weet je wel. Ik ben met mijn kopje heen en weer aan het knikken, zo met de mening. Wacht eens even. Laat mij ook even erbij. Dus ik ga ernaast staan en ik ga mee proberen te kloppen. Ik rol er ook mijn performance check voor. Oh! Ja. 18. Ja, dat is echt niet 19. Normaal. Er komt daar een geluid vanaf. En het galmt ook helemaal in die ruimte. En terwijl dat gebeurt... De beer, gaat die meezingen of... Nee, de beer, die heb je al een tijdje niet meer gehoord. Ik zit echt met mijn ogen dicht, gewoon te genieten. En terwijl terwijl je dat aan het doen bent... gaat de deur met de... eigenlijk die gouden buizen erop... die begint te kraken... en vliegt open. Maar ik merk het niet eens. Ik ben echt zo in de zone. Zitten met z'n tweeën echt te genieten, joh. Heb je mobieltje bij? Dan kunnen we het opnemen, hoor. Dit idee moeten we vastleggen. Ik heb mijn mobieltje niet bij. Is het leeg. Maar we gaan gewoon door, weet je. Ik wil door. Ik heb mijn ogen gaan openen. Ik kijk hem aan. En ik vind het opeens helemaal niks meer. En ik ga me schamen. En dan ga ik blozen. En dan word ik agressief van. Hé, dan gaat de deur open. Waar ik net mijn pijl heen schoon. Waar ik al zei, daar moeten we heen. Oh, heb jij dat gedaan? Nee, ik zei van daar, die deur moeten we hebben. Boom, pijltje naartoe. Zullen we daarheen gaan? Die deur is open nu. Dus ik gluur even om het hoekje van die deur. Oké. Okay. 4. Plus je perception. Min 1. Dus 3. Ja, daar zit overduidelijk een trap naar boven achter. Er zit overduidelijk een trap naar boven achter. Zullen we heen gaan of... Ik wil niet weten wat achter deze goede... Dit is echt wel een betoverend goede deur, moet ik zeggen. Ja, je wilt misschien is het... Oh, wacht! Aangezien ik deze magische ding al heb meegemaakt, weet je wel. Ja. Je hebt me te pakken. Ik geloof dat het een hek is ter plekke. Ga je me helpen? Ik dacht dat wel... Jij wil alleen maar vluchten, weet je nog? Ja, maar daar heb ik toch jouw hulp voor nodig dat we hier... Ik ga niet vluchten. Ik blijf hier. Het is opgelost. Heel? Ja, ik wil die 50 euro munten. Ja, oké, maar we kunnen toch samen een uitleg... Nee, ik krijg niet meer geld, maar ik mag best wel meegaan. Weet je wat, ga jij maar in die deur. Ik ga in deze deur, want ik welke heb het idee... Welke deur is dicht? Wij hebben ze op te kloppen. Die openkraken. Ik sprint echt naar die deur maar die open is en ik ren echt omhoog de trap. Echt sprint, ik kijk niet eens om, ik laat je niet eens uitpraten. Terwijl je aan het praten en sprint, ik mompel nog in mezelf van, dat is duidelijk een afleiding. Waarom ging die magisch open in een hekshuis? Dus ik ga in zeg maar die magische deur waar ik door geïnspireerd word, die trommeldeur. Dus die wil je openmaken? Ja. Ik wil dat je een dexterity saving throw maakt. Ik eerst? Ja. Ja, want duurtheel is... 14 plus 2, 16. Als je de deur... Oh, dat kan je nog maar net ontwijken. Valt een bezem naar beneden. Dit is de schoonmaakkast.
Oh, what the fuck! Mijn andere fobie! Er zit bezem, stoffer en blikje en wat bleekmiddel in. Ik hoor je niet eens meer. Ik ben al lang aan het wegsprinten. Dus ik ga echt... Zeg maar, ik shock ook, maar gewoon... Huh? Mijn kopje naar de grond, ga ik ook maar die trap open op van jou. Goed. Dan neem ik jullie mee naar de volgende ruimte. En dan... gaan we deze even aanzetten. Als je na de zoveelste trap genomen te hebben weer boven komt... kom je in een kamer uit die lijkt op een studieruimte. In de kamer zitten verschillende boekenkasten tegen elkaar opgesteld. Daartussen staan kleinere trapjes en kistjes om bij de hoogste boekenplanken te komen. En in het midden van de ruimte staat een bureau met een aantal boeken op tafel. Aan de achterste wand zie je een standbeeld van een halfling die zijn hand uitsteekt. Ah, ja. Ben jij nog in je eentje? Daar? Ben jij, want jij sprint er naar boven. Ik ben wel een... Je bent wel de eerste. Oh, ik ben wel als eerste. Ik hoor je achter me aankomen, dus ik ga snel zitten en ik ga net doen alsof ik een boek aan het lezen ben. Zoals je binnenkomt, dat het een leuk effect hebt. Gewoon als ik echt heel veel dingen aan het doen ben en of ik al heel veel heb uitgevonden daar. Dus ik kom naar boven, ik kom binnen en ik ga kijken of ik het geinig vind dat hij doet alsof hij een boek leest. Want ik ben niet in de bui naar die vier. Ik zit te kijken van wat doet hij nou? En ik zeg nou, ik mompel binnen mond zo die andere kamers, zeg maar de goede deur. Maar goed, ik... Ik wil dit even komen zeggen, dus nu ik hier top ben, kunnen we even kijken wat er hier te doen is. Ik zeg, ik ben aan het lezen. Ik een geinig kopje trekken, alsof het een geintje was. Ik ga nog een keer kijken of ik het geinig vond. Dat is... 14. Weet je wat? Je bent niet zo verkeerd bezig, zeg ik tegen je. Ik ben er weer een beetje bovenop, weet je wel. Timo, jij bent dat boek aan het lezen. Wil je anders een investigation check rollen? Ja. Dat wil ik zeker weten. Ja, tuurlijk. Dat is gewoon net 20 misschien zelfs. Ik ben goed in lezen. En een man van cultuur. Je hebt het boek uitgekozen. Van eigenlijk van alle die op het bureau liggen. Is een soort journal wat je hebt gepakt. Van een man genaamd Anton. Je bladert terug naar de vorige pagina's en je ziet dat die pagina's zitten vol met scripturen in oude arcana. Het lijken wel spells van een wizard die in de School of Illusion heeft gezeten. Dat ken jij toevallig. En uiteindelijk valt je oog op een aantal aantekeningen geschreven in gewoon een normale taal. De schrijver vertelt hoe die vastzit in een sterfelijk lichaam en hoe hij verlangt naar een eeuwig leven. En de illusies om jonger te lijken vullen niet dat hij eigenlijk fysiek helemaal... aan het verloren gaan is. De schrijver lijkt hopeloos en wel angstig. En als je verder bladert, vind je op de laatste pagina een passage die zegt: het heeft veel voorbereidingswerk gekost, maar vandaag zal ik herboren worden als een nieuw man en kan ik dit ellendige lichaam nieuw leven inblazen. Een stap naar nieuw leven en eeuwig leven is nabij. En daar eindigt het. Boek dan. What the fuck? Ik lees die geflipte dingen, dat is echt niet normaal. Een doodnormale gozer die Anton heet, is geflipte dingen aan het doen. Oké, ja, je kan elk boek oppakken. En het zou een saai boek zijn als er geen geflipte of interessante dingen in gebeuren. Je wel gelijk. Anders zou het een heel saai boek zijn. Ja, ik heb een boek. Het gaat over een gozer die alleen maar saaie dingen doet. Zoals boeken lezen. Kom, we gaan even naar een uitweg zoeken. Nee, ik wil zeg maar wel even oplossen wat hier gebeurd is. Ja. De boek kan ik inderdaad niet serieus nemen. Dat moet ik gewoon vergeten. Dat slaat natuurlijk helemaal neer. Je hebt gelijk. Maar ik zie daar een of andere halfling die zijn hand uitsteekt. Ik ga hem even een hand geven. En dan kijk ik naar jou in de ogen aan. En kijk of je het grappig vindt. Zeventien. En ik zeg, wow, die hebben zijn hand vast. Als een standbeeld kon lachen, zou hij het doen. Dat was echt prachtig. Vond je hem goed, hè? Ja, dat was een goeie. Want zeg maar die handdrukken, weet je nog? Van voor corona. Terwijl je dat doet, heb je het idee dat in de hand een bepaald mechanisme zit. Het begint een beetje te bewegen. Wat is dit nou weer van gekkigheid? Dus ik ga ongemakkelijk leg ik ook mijn hand erop. Dat is wel apart. Voel je het ook? Of, Ja, ik voel hier wel wat. Eens even kijken. Wil je een beetje knijpers? Is goed.
Wil je anders een strength check rollen? Vier, niet te hard hoor, ik doe 4. Plus 1, 5. Vooral heel zweterig volgens mij, heel klam handje. Dat is wel een vies handje, kan je even loslaten? Even niet doen, want ik ben er onzeker over. Het is niet leuk. Ik mijn hand van, ja, maar ik probeer die. Zeg maar, dit is mijn storyline. Ik ben al overal spelen, ik probeer over mijn angsten heen te komen. Missie gefaald, dus ik trek mijn handje weer. Okay, ik ga wel even knijpen in het handje en een beetje schudden aan de halfling standbeeld. Op de achtergrond veeg ik mijn natte handje af van mijn broek. Nou, rol maar ook zo'n check. Zestien. Oké. Okay. Op een of andere manier weet je op een bepaalde manier het mechanisme in de hand van de halfling te triggeren. En achter het standbeeld verschijnt een trap naar boven. Zo'n geheime ingang. Zo, kijk. Een geheime ingang. Maar hoe dom ben je? Al ga je een geheime gang doen in een kamer en het meest opvallende ding in de kamer is werkelijk de trigger. Een uitstekende hand. Wat gaat hij straks doen? Een rode knop, weet je wel. Zo'n rode knop. Ik raakte hem amper aan en wat het ging dit? Al open. Hoe bedoel je? Hoe gevaarlijk kan dit zijn? Het slaat helemaal nergens. Is het nog een geheime kamer of is dit de meest logische kamer die we tot nu toe gevonden hebben? Dit is een tot nu toe een hele logische kamer, ja. Ik verwacht niet eens dat die vallen binnen zitten. Dus ik ga geen als die vallen in zitten, dan wil ik je dood. Want dan slaat het nergens op. Ik ga koprollen naar binnen, omdat ik zo de trap op ook. Ik probeer het op zijn minst. Gooi maar een acrobatics check. Zoveel zelfvertrouwen. Ik koprol met 3. De eerste tree, het is al heel lastig om als Dragonborn überhaupt op je kop te gaan staan. Laat staan dat je de trap op probeert te koprollen. En met een klein hopje probeer je naar voren te vallen, maar je zakt echt als een soort pudding in elkaar. Dat fucking steen doet pijn aan mijn nek. Ga wel lopen, toch? Ja, is goed. Ik volg je wel gewoon. Goed. Dus jullie willen gewoon naar boven? Hebben jullie nog een bepaalde volgorde? Of wat is jullie plan? Draakman voorop, ik erachteraan. Oké. Dan komen we aan in de volgende kamer. En gevoelsmatig krijg je een raar gevoel bij. Om even te relaxen. Excuses nog voor mijn buurman en buurman. Opmerking van... Die glipt gewoon naar binnen. Die komt gewoon stem in de kamer. Wat hoor ik nu? Wat hoor ik nu over buurman en buurman? Wat is dat? Ongelooflijk. Boven aangekomen zie je behalve een raar geluid dat er verschillende spullen staan. Zoals flessen, bepaalde potions, orbs en allerlei soorten alambieken. En terwijl je rondkijkt val je op dat op het plafond iets zit van een doodkist. Je kijkt verder en op de grond zie je een lang gehavend maar elegant tapijt liggen. Eind van het tapijt zit een persoon op een groot fauteuil. Een jongere man. Donker middellang haar in nette kledij. Zijn ene been over de armleuning gehangen. En hij klapt langzaam in zijn handen. Van, Oh shit. Dit heb ik vaker gezien. Dit is een slechterik. Dit is voor mij zo'n slechterik, ja. Ga niet sarcastisch naar mij klappen, mannetje. Want jij bent degene met een slechte geheime deur. Zo moeilijk was het niet. Je gaat applaus geven voor de knapjes dat we je hebben gevonden. Maar het was niet moeilijk. Deze grote is het draven, die wilde hier niet eens naartoe en die heeft je gevonden. Ik wilde wel, ik had zeg maar andere ook een andere deur. Hij kwam met een boot, hij zag het ding en hij ging alsnog. Oh, zo bedoel je, ik dacht dat die deur van net, dat je dat bedoelde en dat was ook de weg hierheen, ik zag het allemaal. Waarom, als je sarcastisch gaat produceren, maak je de magische deur dicht? Als waarom je niet gaf gevonden je ons sowieso worden? Allemaal magische deuren? Het is echt zo, dit is de enige weg is naar boven in deze toren. We hadden niet eens een keus. Ga niet sarcastisch, maar ik ga terugklappen. Ik ga terugklappen ook. Ritmisch. Hey, ritmisch. Anders maar een intimidation check allebei. Maar wacht even. Ik ben benieuwd. Want jij begint te klappen en ik hoor het een keer. En wacht, en ik ga weer helemaal in de zone. En, en dan kijken we naar die man of hij nog steeds meeklapt. Of we met z'n drieën gaan. Of hij hem voelt. Ja, misschien doen we maar een persuasion check in jouw geval. Oeh, dat is 4. En persuasion, dus persuasion plus 5. Plus 5, 9. hij is gestopt met klappen en heeft nogal een soort lege expressie in zijn ogen. Hij had niet verwacht dat hier een soort improvisatietalent voor hem stond. Ah, maar even gast. maar zeg goed,
genoeg hiervan. Ik heb al genoeg van, dit, van deze rare fratsen gezien. Oh, nu gaat hij transformeren, boven. Let op. Dit doen ze altijd. Wat vonden jullie van mijn illusies? Ik heb er al jarenlang op geoefend. Misschien wel mijn expertise. En dan kunnen jullie wel mijn geheime deur afkraken. Maar illusies? Zitten jullie misschien wel in de val. Illusies, al ga jij me vertellen dat die man daar in de kelder vegetarisch was. Nou, dan had je met te pakken, want het smaakt als echt vlees. Zo'n intimidatiecheck. Gaat hij daarvan geïntimideerd? Wat? Een vegetariër? Nee. Het, plus? Hij is vooral verward dat je een lijk hebt opgegeten. Maar neemt dat voor kennis waar. Zegt, maar goed. Hoe hebben jullie het mysterie dan al opgelost hoe jullie hier zijn? Want ik neem aan, als ik jullie zo gevolgd heb door de kamers. De beer. De deuren. Ja, ja. Mysterie, enige mysterie hier is waar de uitgang is. Want ik probeer hier alleen naar het dorp hiernaast te gaan, persoonlijk. Dus ik weet niet hoe het met jou zit, 10:30. Ja, ik heb ook nog, jij zegt, heb je het ik heb het ook niet echt opgelost eigenlijk, ook per se. Ik ben hier gewoon toevallig. Heer, ik probeer het op te lossen, je staat en je doet alsof ik het heb opgelost. Ik weet niet wat je aan het brabbelen bent. Moest je niet een man vinden? Zei je niet dat je een man moest vinden? Ik wil gewoon dit oplossen wat hier is. Maar de hele oplossing, er was toch geen man meer? Nu heb je een man gevonden. Was er dan geen man meer? Ik heb hem opgelost. Jullie hebben genoeg gedaan. Jullie hebben de helft van mijn kamers niet gevonden. Het hele mysterie is in duigen. Zie, hij wilde ik heb notabene een journal van mezelf beneden achtergelaten. En nog weten jullie niet eens waar het over gaat. Wacht. Jullie weten niet eens wie ik ben. Ik ga hem... Goed werk, goed werk, goed werk. Je hebt ons proberen in te luizen. Maar het is je niet gelukt. En nu gaan wij proberen slechterikken te worden. En intimidation probeer ik. Is goed. Ik probeer hem te turnen, weet je wel. Ja. Dat is 19 plus... Persuasion. Persuasion. Nou, toevallig heb je er plus 5. Dus het is... 27. Deze twist of events had hij niet verwacht. Hij is hoe hij eerst nog heel casual met zijn ene beentje over de leuning van de stoel zat. Heeft hij nu zijn benen bij elkaar en is hij wat op de stoelrand gaan zitten. Wat doen jullie? Dit kan niet. Dit is mijn geweldige entree. Ik zou jullie... Laten zien wat mijn kracht is. En hier zitten jullie mij uit te lachen. Ik ga zijn stemmetje nadoen. Probeer hier na te doen. Ga ik nadoen. Ik ga kijken of ik het grappig vind op wat je doet. We moeten één intimidation en de andere... Ja, dit is het grappig. Je vindt het niet grappig. Ik zit te kijken naar wat de fuck doe jij nou? Maar intimideert hem. Werkt het op hem? Nee, één. Hij vindt het zelf alleen maar enorm grappig. Zo iemand als jij. Jij namaakt Legolas. Jij kan mij niet intimideren. Ik heb genoeg hiervan. En hij ontbloot zijn tanden. Je ziet twee van die vlijmscherpe hoektanden in één keer. Ah, oh, fucked up. Dit is een vampier, gozer. Dit is een vampier. Was jij niet zo'n vampier? Hoe heet hij ook alweer? Ik? Draco. Was jij niet zo'n vampiertje? Nee, ik ben een draak, zeg maar. Oké. Okay. Hey, had je het er niet over, zeg maar, dat je... Kijk, is het maar zo slecht dat ik dat zeg maar duidelijk aankomt dat je vuur wilde gebruiken of wil je echt op het laatste moment wachten? Het is nog geen dramatisch genoeg. Ik heb nog niet zeg maar mijn vuur overwonnen. Hij ziet er nog niet intimiderend uit, laten we even eerlijk zijn. Hey, echt, zijn vampieren niet een beetje zielig zelfs? Laat je zijn tandjes zien aan ons. Moeten we daar bang voor zijn? Hij gaat zijn tanden, gaat zijn hoektanden, laat Oh, mooi man. Dus ik ga voor de lol laten. Ga ik hem nadoen, ga ik ook mijn tanden laten. Ik ga naar hem toe lopen, ik ga proberen te kietelen. In eerste instantie gaan we even... Dracos kan namelijk Vicious Mockery. Dat is zo'n cantrip. En dan ga ik eens even zoeken. Ja. Volgens mij kan je daar namelijk voor rollen. Wie, ik? Ja. Vicious Mockery is namelijk een speciale bard skill. Oh, het is een skill van om iemand te bespotten. Ja, zeker weten. Oh, 4. Nee, dat, hij heeft door dat je dit op hem uitprobeert. En probeert zich snel bij elkaar te pakken. Je ziet wel traan in zijn ogen. Hij doet zijn best om niet te laten zien dat hij dit niet had verwacht, maar... Ja, maar even serieus, wat wil je nou precies van ons? Want ik ben niet per ongeluk, hij wil gewoon het geld. Dus ik weet niet, wil je echt
Wil je echt zo slechterik zijn? Ga je ons echt aanvallen omdat we je goed neergezette raadsels hebben opgelost? Ja. Dat is wat ben je nou voor een mannetje? Je maakt jezelf alleen maar zieliger. Heb je ook een vampier capie om? Ik ga even perception doen. Kijk, ik 14. Het valt je op inderdaad achter, net achter de fortuin zie je dat er op de grond een capie ligt. Die gast neemt echt capie om. Nou, kom op. Kom je hier chill doen. Je was echt minder intimiderend dan die beer die niks deed, werkelijk. Rol nog maar een intimidatiecheck. Mag ik ook straks nou een blaffen of... Blaffen? Ja, om meteen hem te intimideren. Om hem bang te maken. 14. Hij is gaan staan. Hij zegt, ik heb hier echt genoeg van. Jullie komen in mijn huis mij belachelijk maken. Ik heb hier echt genoeg van. En hij, het is tijd om initiatief te rollen. No. Oké. Gaat echt tegen ons vechten, joh. 14 voor jou, Tim. En voor mij... 3. Oké. Dan gaat de vampierman ook rollen. Timon mag eerst. Oké. Wat doet hij eigenlijk? Hij staat gewoon nog. Hij heeft er gewoon genoeg van. Hij is er genoeg van. Hij is een soort met zijn voet op de grond gestampt. Zo van, genoeg! En daarna is hij in een soort battle pose gaan staan. Oké, ik wil nog één keer van, genoeg! Nou, terug in elke stamp. Ik ga hem bespotten en nadoen. Ga ik hem. Oké. Ik neem hem niet heel serieus. Voor. 5. Ik moet het niet meer doen. Zielig naar elkaar te doen. Het wordt eigenlijk bijna zielig dat jij hem na begint te doen. Het maakt hem alleen maar veel bozer, kan ik je zeggen. Ik schaam me wel een beetje ook. Maakt erop dat hij jou probeert aan te vallen. En hij rolt 13. Wat was jouw armor class ook alweer? Mijn armor class, gewoon wat voor armor ik heb. Ja. Je hebt gewoon light totaal, armor. Het totaal aantal. Oh, 12. 12. Betekent dat hij jou raakt met een stomp. Met zijn vuist gaat hij nog weg. met een vuist. Je hebt hem zo boos gemaakt dat hij al het andere wat hij kan volledig vergeet. En hem probeert in je gezicht te stompen. Maar dat raakt hij voor 2 damage. Ik zit gewoon echt geschokt te kijken. Gewoon net als zo iemand op straat opeens gaat vechten. Dat ik echt gewoon even geschokt heb. Oh, hij meent het echt. Hij gaat gewoon echt vechten, die gast. Oh, Dracula, help me. Noem je mij nu Dracula? Ja, dat weet je toch of niet? Nee, Dracos. Wat is ons HP even voor... Ik heb nog 5 HP. En ik? Ik had... Volgens mij toch nee, ik werd gebeten door Beer. Volgens mij 7. Ja. Dus ik probeer gewoon, als donker mensen gaan vechten, probeer ik jullie gewoon uit elkaar te doen. Rustig jongens, rustig. Gewoon, ik probeer gewoon de onschadelijk te maken, de situatie. Oké. Rol daar maar zo'n persuasion voor. 4 plus 5. Nee, je probeert hem nog een soort van bij zijn schouder te pakken van, hey, rustig, maar hij tekst zo zijn schouder los ervan. Nee! Hij is gek! Betekent dat iemand is weer. Ik moet mezelf beschermen. Misschien kan de beer ons nog helpen. Ik wil. Zo, Gandalf luid. En ik probeer de beer te lokken naar ons. Hij stond werkelijk een half uur geleden in de fik. Ik denk niet dat het gaat werken. Ik wil wel kijken of je een animal handling check kan redden. 18? Of nee? 10. Nee. Met plus 4. 14, huh? Het is een luide fluit, maar verder hoor je niks. Shit. Mag ik nog wat doen ook dan nog? Shit. Wat was je aan het doen? Jij probeerde een beer te halen. Misschien was hij er nog. We waren best goed bevriend. Je mag voor mij nog wel 1 actie doen, desnoods. Ik ga een beetje richting... Kom dan! Ja, ik ga... Loop richting Dracos en ik zeg... Hou me tegen, ga ik zeg, hou me tegen!
Probeer je ook echt tegengehouden? Nee, ik wil eigenlijk niet echt vechten. Maar okay. Ik ga gewoon doen alsof ik wil gaan vechten. En ik hoop gewoon dat jij me tegenhoudt. Dus ik ga in volle kracht proberen ik je ook echt tegen te houden. Want ik neem het gewoon serieus. Ja, 16. Plus mijn strength misschien of zo. Ja, maar in ieder geval lukt het je om dat te doen. Dus hoe wil je dat precies doen? Hij probeert zeg maar met heel zwak tegen me aan te duwen. Ja, hij loopt een beetje tegen je aan. Hij zegt allemaal tegen. Ik doe alsof ik hem ga aanvallen. Op. Blijf rustig, gast. Het is, hij is niet waard. Hij is niet waard, zeg ik. Betekent wel dat het de turn van Anton is. En hij probeert jou te grappelen, de Durefiel. Dat betekent dat jij een athletics check moet gooien. Oh nee. Gaat grappelen, ook echt. Gaat hij even een worstel houding. Hij gaat zielig slaan en zielig worstelen met me. Hij is onsterfelijk en hij gaat worstelen. Ja, hij wil onsterfelijk worden, is het toch? Was het hem niet gelukt in dat boek? Oh, wat heb ik gegooid? Jawel, hij had een jong lichaam nu, zagen we toen net. Weet ik niet in het boek stond volgens mij vandaag, weet ik veel. Is het hem gelukt? Moet het al? Of is dat een spoiler nu? Na de omschrijving. Misschien, doe dat maar. Je kan hierna wel op jouw turn kan je een investigation check gooien. Okay. Ik heb 14. Ja, ik heb 15. Dus dat betekent dat Anton jou gegrappeld heeft. Oh, nee, echt zijn oksel je ook echt mijn hoofd. Zijn arm om je hoofd. Hij heeft je hoofd ook echt klem in zo'n soort van worstelaarsgreep. Doe normaal, gast. Wat wil je nou? We gaan gewoon weg, man. Als je het zo erg vindt. Net zat je te klappen dat we je dingen volgden. En nu word je boos omdat we die dingen volgden. Wat wil je nu van ons? Ik wil gewoon dat jullie... Ik wil gewoon dat jullie... Pak hem! Pak hem 10:30! Hij is geen kerpel. Dat is wel jouw turn trouwens, Dracos. Oh, eens even kijken. Oh, Ik zit te overwegen of mijn lot me niet te lang duurt, zeg maar. Ik bedenk de hele tijd, het gaat gebeuren. Ik denk, zal ik gewoon mijn vuurademen gebruiken en het gewoon in de fik zetten? Want ik bedoel, is dit, zeg maar, kan ik daar nog steeds mee wegkomen om, zeg maar, dramatisch mezelf over te wonnen? Er zijn maar 3 mensen bij duur vuur. Niemand weet het toch, we zeggen gewoon dat je het goed was. Ja. Nee, ik voel het nog niet. Pak hem! Pak hem! 10:30! Pak hem! Dus dat is jouw turn, jij gaat hem alleen maar... Ja, misschien is dat wel een soort inspire courage in dit geval. Ja. Ik kan me voorstellen dat je misschien ook Durethiel kan inspireren door jouw yell. Ja, dat wil ik doen. Dat betekent dat je op een volgende rom een extra dice kan gebruiken. 4? En dat was nog extra om hem te intimideren. Oké. Die man heeft een soort waas voor zijn ogen en hoort helemaal niet wat jij allemaal aan het roepen bent. Dus hij is wel heel erg druk bezig met die grapple. Mag ik nu inspireren dan, mijn rol? Ja, dat is een bonusactie van jou. Dat gaat gewoon mee, dat hoef je niet per se voor te rollen. Oké. Durethiel is aan de beurt nu. Je bent wel gegrappeld, dus wat je moet doen is eventueel weer zo'n athletics check gooien. Kijken of je eruit komt. Wat zou Legolas doen? Ik weet het als hij met iemand een bij zijn nek pakt. 16, ja, 16. Okay. 15. Dus je hebt jezelf losgebroken. Hoe doe je dat? Ik zeg gewoon, ik glibber mijn hoofd gewoon weg. Ik zeg, hey, what the fuck, man, zeg ik. Blijf voor me op. Hoe heb je mij geïnspireerd eigenlijk? Ik zei, pak hem. Ik zeg, oh, dankjewel voor de mooie woorden, zeg ik er tegen. Zonder jou was het nooit gelukt, zeg ik ook nog. Ik ga blozen en ik word echt opgefokt van. Dat betekent dat het weer Anton's move is. En hij is het helemaal zat. Deze man verandert in de ultimate vampier vorm. Oh, daar gaat hij al, ik zei het toch! Waarin hij dus 2 aanvallen mag doen. Maar hoe ziet hij eruit? Het is een six-pack? Soort van. Het zit een beetje tussen een mens en een vleermuis in. Het is een heel. Het is een kleiner mannetje dan net. Hij heeft een beetje. Hij is iets gekrompen. Uit zijn kleren half gescheurd. En hij heeft zo'n vleermuizen snoetje van die ogen. Is het een lief vleermuisje of is het echt zo'n smerige vleermuis? Het is echt een hele smerige. Beetje slijmerig misschien zelfs. En. Daarvoor, hij is echt een soort half mens. Dus je hebt dat wel die lange haren die van hem. Maar wel met zo'n vampieren snoetje. Zo'n vleermuisje. Oh nee!
Zijn ultieme vorm. Een misbaksel. Ik kan met z'n tweeën nog even uitlachen. Ja. Het is nog wel zijn turn. Wat betekent, hij gaat jou aanvallen. En hij heeft een 18 gerold. Wie gaat hij aanvallen? In dit geval Drakos, omdat jij hem het laatste riep. Je denkt hij is al een beetje uitgeraasd, maar hij wordt gek, die gozer. En hij gaat jou bijten voor 3 damage. Hey, what the fuck? Hij gaat bijten? Deze man heeft zich soort van in een soort flitsbeweging zo aan jou vastgeklampt. En zijn tandjes in je nekje gestoken. Hij bijt nog best wel hard ook, die gek. Ik ben bijna dood. Ja, what the fuck, gewoon. Wat moet ik doen? Ik ga kijken hem aan en wat hij doet. En ik ga hem in zijn nek proberen te bijten. Ik doe dit voor jou, Drakos. Ik vind het niet lekker, maar ik doe het voor jou, zeg ik erbij. Goed, rol daar maar een strength check anders voor. Ik wil weten hoe hard jij bijt. 9 plus 1. 10. Het gaat je in ieder geval beter af dan daar beneden in die kelderruimte. Je hebt gewoon een vrij menselijk gebitje. Maar je hebt al een... Het is in ieder geval een mooie afdruk in zijn nek. Heeft het achtergelaten. What the fuck doe jij nou? Ik probeerde wat. Waarom? Je hebt wapens bij je, weet je nog. Hij is toch nu duidelijk aangevallen. En eerlijk gezegd liggen allemaal lijken in de kelder. We kunnen altijd zeggen... Niemand gaat geloven dat wij hem... En wij hebben ze maar ons DNA zit erop. Wij hebben ze maar een hapje genomen. Ja, zelfverdedigen. Wat? We hebben hapjes zeg maar van die vleesmannen ondergenomen allebei. Kut. Dus we kunnen niet echt zeggen dat hij het heeft gedaan. Wij hebben ook een hapje genomen. Oké, dus we moeten straks... Oké, we gaan eerst hem... Ik ga straks over googlen hoe je het best van een lichaam af kan komen. Maar eerst moeten we van hem afkomen. Oké. Hangt hij nog steeds aan, Jook? Ja, even denken, want de vampire man is nu geweest. Oh shit! Kut, hij is natuurlijk vampiertje. Betekent dat ik... Oh, ik voel me maar niet zo goed. Ik denk dat ik ook een vampiertje word. Dat is toch hoe het gaat met vampiertjes? Dat is toch hoe het gaat? Je bent een draak, gast. Oh, ik word zo'n zielig vampiertje. Ik word een draak vampiertje. Nee, je bent een draak. Je kan amper meer vleermuis worden. Kijk me. Kijk, ik laat ook zo... Oh, kijk me. Met de hoek dan laat zien. Groeien ze al. Terwijl hij lief aan je hangt. Die man zit echt vastgezogen. Wat wil je doen? Want het is jouw ronde. Ik wil hem van me afduwen gewoon ten eerste. Vies afduwen. Probeer daar maar voor hem te rollen. 8. Ik wil ook eventjes. Ja, ik heb 4 gerold. Je krijgt hem van je afgeduwd. Oh, dat is jouw volgende actie. Oh man, nu word ik een vampiertje. Dat is helemaal kut dit. Ik ga gewoon zeggen, hey gast, kan je nou stoppen? Is het nou genoeg? Is het leuk geweest? Hij zal gewoon stoppen. Ik heb helemaal geen zin om te vechten. Je bent Hoe ben je bij hem zo redelijk? Lullig. De eerste keer toen wij discussie hadden, toen ging je wapen op me richten. En nu ga je gewewoon... Het is gewoon lucht, kap nou. Ik ben even klaar, even serieus nu. Ik ben ook klaar. Ik vind het helemaal niet leuk. We weten wat er gebeurd is. Gewoon stop gewoon ermee. Wil je stoppen alsjeblieft ermee? Je bent een schattig vleermuis, mandje. Oké, ja, je bent super eng. Je hebt gewonnen. Ja. ...18. Plus? Persuasion. Oh, persuasion. Plus 1. Die vleermuisman is weggeduwd. En ligt eigenlijk nog een beetje soort hulpeloos op zijn ruggetje. Op de grond. Hoort dit alles en je ziet hem een beetje soort van... zo plat gaan liggen. Als een kevertje. Hij is in ieder geval gekalmeerd. Okay. Wat wil je doen? Zegt hij iets? Nee, hij is gewoon lief op zijn rug. Nou, hij is in een vampiervormpje. Hij is nog een vampiermannetje. Dus hij ligt op de grond. Hij ligt heel schattig op de grond. En ik ben nog steeds teleurgesteld dat ik nu een vampier word. Dus ik loop echt zo naar hem toe. En ik haal echt zo zeg maar zijn cape van zijn nek af. En ik doe hem op mijn eigen nek. Heel teleurgesteld. Maar gewoon mijn lot accepteren. Jongen, ik dacht mijn lot cool en dramatisch zou worden. En nu word ik een dom vampiertje. Dat is echt heel irritant. Wacht, ik weet toevallig. Als een wesp je steekt, dan kan ik het er nog uitzuigen. Misschien kan ik het uitje zuigen nog. Doe de cape af en laat me je plek zuigen. Ja, we kunnen het beter proberen, maar deze cape, staat het me een beetje op zijn minst? Nee, staat ook niet goed. Oh, jij zuigt dan maar aan mijn nek.
Daar kan je wel een medicine check voor rollen. Ik of Timon? Nee, ik ga zuipen. Timon. Zeven. Oh. Eén. Nu ook het gif, het vampiergif in je. Als eerste komt hij met een soort van, ja, een beetje nattige lippies. Ja, zo doe richting de nek. Echt een soort halve zuigzoen laat hij achter. Ga niet sensueel doen. Wacht maar, zeg ik al. Heel slijmig. Dan lekker te likken half uur. En uiteindelijk... ja, hij krijgt er wel wat uitgezogen, maar... Vergeet het toch weer niet zo lekker te voelen, volgens mij. Ik voel me niet zo lekker. De vampier is ondertussen opgestaan. Terugveranderd. Stof van zijn jasje af te kloppen. Merkt hij dat zijn cape weg is? Ja, hij voelt zich vooral heel erg verslagen en vernederd. In eerste instantie valt het nog niet meteen op. Maar het is overduidelijk dat hij zijn grand reveal anders had verwacht. Mag ik al iets zeggen? Zeg gewoon, ja, dus, tuurlijk. Dus, jongens. Dus. Jongen. Ik kijk op mijn horloge ook. Ja. Het is gewoon een beetje ongemakkelijke stilte is er nu ook. Gewoon, ik zit gewoon helemaal een beetje doorheen dat ik een vampiertje word. En jij echt zo van... Zo lekker, je bent het gewurgd door zo'n zielig joch. En het is allemaal een beetje ongemakkelijk, weet je wel. Hij zegt, luister jongens, ik moet eerlijk bekennen, ik had dit heel anders voorgesteld. Ja, maar wat verwacht je nou precies van ons? Ja, weet je, ik woon hier gewoon al een tijd en ik wilde gewoon onsterfelijk zijn. Maar nu heb ik gewoon elke keer zo'n dorst, weet je. Ik heb zo'n dorst naar bloed. Komen die mensen hier naartoe, weet je, dan zou ik ze leeg, dat is schijnig, maar... Ja, maar weet je, dan pak je dat bootje en er staan daar een paar stel koeien aan de overkant. En dan zuig je daar toch wat uit. Dat is nu een echte van, of bij vleermuisjes ook. En je gaat echt mij ermee, dus wat moet ik nu, man? Maar accepteren ze me dan, denk je, als ik zeg dat ik een vampiertje ben geworden? Nee, maar de mensen in het dorp, die zien toch dat ik hier volledig een koe sta leeg te zuigen? Ja, oh nee, dan ga je mij leegzuigen. Nee, dat is normaal. Hij komt in mijn huis. Daar maak je niet... Ik kom uit mijn huis. Ik ging naar binnen. Ik wilde jou vragen van, kun je me de weg naar het dorp? Wil je het daar bij? Hoe doe je? Ik ga de deur laten verdwijnen. En ik ga er een rots. Oh, je zit in mijn huis. Nu ga ik je zuigen. De fuck af, wat ben je mee bezig, gast? Hoe is het je zelfs gelukt om die andere mensen allemaal leeg te zeggen? Je bent heel zwak. Wat wil je doen? Hoe zwak waren die andere avonturiers? Die waren echt... Je hebt ze echt neergehaald. Je gaat werkelijk naar de gevangenis, gek. Levenslang minimaal. Ze hadden gewoon, weet je, het waren gewoon van die gespierde gasten met een klein brein. Ik dacht, jullie zagen eruit als zwakkelingen, maar al die tijd waren jullie veel sterker mentaal. Weet je, ik heb een voorstel. Moet je eens even goed luisteren. Je stopt met dat sausje om het gebouwtje heen. Je stopt er gewoon mee. Je zegt, weet je wat? Ja, wat is dat sausje sowieso? Wat is dat zelf? De gloed. Wat is dat? Koel? Is dat van die ROG-lampjes in je muis? Ja, of wat de fuck je nou is dit? Aan het doen? Oh, weet je nou wat je dat ik voorstel? Nee, ik ben wel benieuwd wat er illusies. Goed. Ik ben al jaren een getrainde wizard. Hoe bedoel je getraind? Je probeerde net mij in een houtgreep te nemen. Dat lukte niet eens. Weet je nog? Maar hoe bedoel je illusies? Het is werkelijk een lampje. Dan kun je een kaars aanzetten. Ben ik nu ook een magician? Gaan jullie naar mijn illusies verschutten? Wat is dit nou? Hoe bedoel je illusies? Je hebt amper iets gedaan, gast. Ik heb deuren laten verdwijnen. Ik heb zondag jullie kop gestort. Er is een beer uit een tapijt gekomen. Laat hem, overal laat deuren. Hem, laat en hem het maar, is nog steeds niet goed. Laat hem maar even, want hij moet zeg maar zijn slechterik doen. Moet hij even uitleggen waarom hij het heeft gedaan. Als hij dat heeft gedaan, dan kunnen we wel weg. En dan kun jij gewoon je geld ophalen als hij gewoon even die ROG-lampjes uitzet. Ja, maar moet ik zeggen, het is nog steeds niet opgelost. Nee, zeg maar het was volgens mij, was het toch, vertelde me niet dat er een missende man was. Nou, hij zit hier gewoon zielig te doen. Maar dat wisten ze, zeg maar, al die missende man. Maar als er nu mensen zijn, dan gaat hij ook weer luigen. Maar hij is terecht, hij was in de geheime kamer, weet je. Ik ben wel uitgevonden wat er is gebeurd. Maar dan heb ik wel... Heb je het... Hey, Dracula, man. Hoe heet je eigenlijk? Oh, Anton. Heb je misschien bewijs voor me dat dit zo is? Mag ik je dagboek meenemen? Luister, ik weet goed gemaakt. Oké, daar gaat-ie. Jullie kunnen dat dagboekje meenemen.
Maar we hebben het nooit en dan ook echt nooit meer over dit voorval. Ik ga het aan de politie geven. Dat is werkelijk het bewijs, zeg maar, dat jij het allemaal... Ik heb allemaal wel geld er maar in kassieren. Nee, je geeft mij tijd om hier gewoon weg te komen. Ik dreig weer met mijn hand, alsof ik hem ga slaan, weet je. Maar ik ga het niet doen, maar ik bedreig hem gewoon. Ron, intimidation check. Acht. Hij pakt je pols en hij zegt, luister eens goed, mannetje. Nou ben je er helemaal klaar mee. Het is, jullie pakken dat boek, geven mij de tijd om hier weg te komen en hebben het hier nooit meer over. Of ik verander je jou in een vampiertje. In mijn vampierslaaf. Wat denk je daarvan? Hoe wil je dat doen, gast? Hey, ik verluister naar jou. Hey, ik doe ook een illusie. Liegen. We zeggen gewoon dat we zijn dagboek niet aan de politie gaan geven en we doen het wel. Ja, is goed. Is goed, Anton. Geef me je bewijs maar. Ik bedoel je dagboek. Ik ga kijken of ik of Anton dat kan doorhebben. Anton is niet zo heel slim vandaag. Die heeft dat niet zo door. Hij pakt jullie leugen voor wat het is. Hij zegt, goed. Dan heb ik genoeg tijd om hier weg te komen, tenminste. Weet Boekie wel te vinden? Beneden op het bureautje of niet soms? Ja. We liggen gewoon. Ja. Maar je hebt hem helemaal gelezen, werkelijk, nou, je dagboek. Je gaat ook weg, zei je, toch? Of ga je ook weg? Ja. Nou, toevallig dat wel. Dat is helemaal prima toch voor ons. Gaan we hem echt weg laten gaan? Moet je ons nou, joh. Als het is ja, maar wil je, krijg jij je geld dan geen nog? Gloed meer. Ja, tuurlijk. Is geen gloed meer. We zet je wel je gloed uit dan? Ja. Oké, hoef je niet gelijk zo geïrriteerd. Wanneer is er een prikkel doet tegen ons? Jij bent degene die... Ik pak hem in de houtgreep. Ik pak hem in de... Go! En ik geef zo'n knokkeltje op zijn hoofd. Over die greppel. Is hij nog steeds vleermuis voor hem? Hij is weer normale voor hem. Zes. Nee, ik kan hem niet grappelen. Nee, de man is wel vrij vlug. Oké. Maar hij wist wel dat ik het wilde. Daar gaat het om. Goed. Ik doe net alsof ik dit niet heb meegemaakt zojuist. Hier gaan we het niet over hebben. Is dat een deal? En hij steekt zijn hand uit. Ik ga naartoe en ik doe een too slow naar hem. Doe dat normaal, zeg ik tegen jou. Dan ga ik er naartoe en dan doe ik ook een too slow. En dan gaan we elkaar een high five geven. En dan lopen we weg, toch? Of niet? Nee, er is nog geen deur. Kun je trouwens even een uitgang voor ons maken? Nadat we hem getoesloten hebben. Als je hem getoesloten hebt. Ja. Het is zo'n provocatie. Hè? Deze man heeft echt een soort snap ervaren zojuist. Hij heeft 16 gerold. Wat genoeg is voor die armor AC. Pak daarbij. Wat gaat hij doen? Wat gaat die gek nou weer doen? Gaat hij weer in zijn vleermuis zitten? Komt op je af. Kijkt je in de ogen aan. Bijt je dat nek in. Voor 3 damage. Bij mij of bij... Drakos. What the fuck? Ben ik een dood of heb ik nog 1 HP? Volgens mij had jij... hoeveel HP had jij nou over? Mij 2 of 3 of zo? Nee, iets meer. 4 volgens mij, of 5. Ik dacht ook 4, maar ik weet niet 5 zeker. 5 was het, ja. Dus heb je nog maar 2 HP. 2 HP. What the fuck? Alsof een, zeg maar, alsof een mug, zeg maar, op me, of een bij op me gaat zeggen. What the fuck doe je, man? Alsof ik nu... Oh, nu word ik dubbel vampier. What the fuck doe je nou allemaal? Jullie zitten mij uit te dagen. Ik kom hier nog met een of andere goede deal. Er is helemaal geen uitgang. Jullie zitten mij uit te lachen om daarna zo'n... Die hand weg te trekken. Wat denk je zelf? We gaan doen alsof we slapen. Orde. Gast. Wil je een uitgang voor ons maken? Of wil je dit blijven doen? Ik wil gewoon dat jullie deze deal goed accepteren. En mij gewoon met rust laten. Ja. Ha. Wil je niet nog een soort van slechterik monoloog doen? Want wij gaan nu weg, hè? Nee, die hebben jullie helemaal verpest. Ik zat er helemaal klaar voor om dat te doen. Ja, mij boeit het niet. Het is jouw hele ding. Kan je even een raampje voor ons maken? Dan ik klim liever naar beneden dan dat ik nog langer moet wachten, inderdaad. En hij knipt zo met zijn vingers. En de toren aan de bovenkant. Ik valt zo'n luikje naar beneden, zo'n trap. En hij zegt, hier, klim naar boven. En vanaf daarbuiten kan je de brandtrap naar beneden nemen. Ga weg. Ga er maar vandoor. Ik ben er helemaal klaar mee. Je ziet deze man ook zijn spullen pakken. Een soort haast. Hij is er helemaal klaar mee. Hey, weet je nog hoe je het hele avontuur, zeg maar,
alles verneukt hebt met je pijlenboog. Wil je nog zo'n redemption arc en nu zijn achterkopje schieten terwijl je die door hebt? Nee, joh, lullig. Dat is fucking zielig voor die gast. Oh ja, dat wilde ik ook al niet doen. Moeten we nog een dagboek halen even, snel of niet? Ja, neem maar mee. Loop gewoon even heen en weer. Hij is een koffertje aan het inpakken. Jij loopt gewoon even naar beneden. Hij heeft ook echt zo'n soort, koffertje. Zo'n weekend koffertje weggepakt. Die capes die kwijt. Achter die stoel te zoeken. En, maar hij is een cape van je aan het zoeken. We hebben hem gevonden hoor. Hij negeert het hoofd, weet je wel. Okay, wij gaan gewoon naar boven en zeggen... Hey, ik moet nog wat zeggen. En dan lopen we snel weg. Ja, ik in ieder geval we snel weg. Jij bent weg en ik ga nog eventjes kijken even naar de grond. En ik zeg van, hey, waar haal je die capies? Ik moet er toch een paar hebben als ik vampier ben. Kun je vertellen, waar kan ik dat krijgen? Dus hier in het dorplokaal zit daar een speciaal zaak. Echt voor vampiertjes? Hoeveel mensen heb je gebeten, gekje? Het is geen speciaal zaak voor vampiertjes, gewoon kleding. Het is gewoon doodnormale kleding. Het is toch stylish? Hoe lang heb ik nog voordat ik een vampiertje word? Hij antwoordt niet. Hey, fuck jou dan ook, man. Ik zit gewoon na te denken. Zal ik hier op de grond gaan... Ja, gewoon roleplay, poepen? Ik zit te overwegen, weet je wel. Zal ik gewoon in zijn huis ook het gewoon doen? Maar ik denk, meer DNA hier. Ik doe het maar niet. En ik ga achter de half elf aan. Met... Jullie gaan dus naar boven, neem aan, brandtrappie naar beneden. Zijn er nog laatste dingen die jullie daar willen doen? Of is het, zijn jullie klaar met deze toren? Nee, weet je wat? Ik wil eigenlijk... Je bent toch een draak? Zullen we gewoon... Je kan toch gewoon, zullen we gewoon wegvliegen hier? Gewoon dat ik op je rug ga zitten. Ik ben goed de steven vastpakken. Gewoon vliegen, joh. Ja, maar ik moet wel naar de wc eigenlijk, trouwens. De maat... Maar wat bedoel je? Als ik veel ga bewegen, dan is het moeilijker. Dus ik kan even niet vliegen nu. Ik moet echt heel nodig. Maar gewoon een stukje wegvliegen, gewoon. Heb ik vleugels? Je bent toch een draak? Ja, maar wat ben ik? Het is een Dragonborn. Ik moet eerst hebben niet van tevoren bepaald of deze Dragonborn vleugels heeft. Ik kan niet vliegen. Benen. Wacht eens even. Ik probeer te transformeren in een vampier of vleermuis. Ja, probeer te veranderen in een vleermuis. Dan heb ik er toch nog iets aan gehad. Dus ik ga gewoon... Tien. Je zit echt vol opperste concentratie. Van die vingers op je hoofd. Echt vol na te denken. Er gebeurt niks. Ja, pak wel gewoon die boot op. Ja, zo, laat maar gewoon. Zo gewoon gaan. Dan, Ja, gaan we wel met de boot. Ja. Met de vampier mentaal verslagen... gaan jullie in de roeiboot terug naar de dorpse bewoners. Die hebben het dagboek als bewijs en vertellen over jullie enorm prachtige avonturen. Hoe jullie deze vampier volledig hebben vernederd en verslagen. De dorpsbewoners zijn veilig van de vampier en alles wat er gebeurt. Je ziet de gloed van de uitkijktoren verdwijnen en je ziet in de verte nog iets wegvliegen. Zou het Anton zijn? Boeit misschien wel. Maar daarmee sluiten we wel de one-shot af. Krijgt hij zijn geld uiteindelijk? De half elf? Hij krijgt gewoon een flinke zak met geld, joh. Krijg ik nog mijn dramatische overwinning van mijn angst voor vuur? Nee. Heb je dat ondertussen niet al lang bewezen in je acties? Nee, niet echt. Dan blijft het een mysterie. Wow. Dan zullen we nooit weten of je angst hebt overwonnen. Het was maar weer... Wat een avontuur. Een avontuur en wat een eindbaas. Dit was het voor deze keer. En deze Dungeons & Dragons heftig. Avonturen zijn terug te beluisteren. Natuurlijk op YouTube, Spotify, op al die plekjes. Bedankt voor het luisteren. Dubbel dankje naar Moeder Wasbeer. Die eigenlijk vrijwel alles heeft gedaan. Die heeft het allemaal voorbereid. Wij hebben alleen maar zeg maar vervelend gedaan. Wij doen gewoon vervelend voorbereiding verpest. Alles verpesten, ja. En dat is wat wij hebben gedaan. Ja, het is gewoon weer 8 pagina's in de shredder. Maar dat maakt niet uit. Dat komt helemaal goed. Dus ontzettend bedankt daarvoor. De achtergrond sound effects waren door Sword Coast Soundscapes op YouTube. Wil je nou meer van Moeder Wasbeer zien? Dat is natuurlijk een professionele streamer op twitch.tv/moederwasbeer. En een artiest, een plushmaker. En die plushjes kun je zien op
en kopen op plushmaker.com, als ik het goed begrepen heb. Jazeker. Dankjewel, jongens. Dank jullie wel. En tot die volgende keer.